Welkom bij de 50ste aflevering van de enige echte Lotgenoten podcast. De podcast voor iedereen die wilt ondernemen en op zoek is naar tips, tricks en insights. Deze week hebben we een hele speciale aflevering. Het is namelijk de fucking 50ste aflevering. Jullie zijn al 50 afleveringen met ons. Wij zijn al 50 afleveringen met jullie. En deze aflevering gaan we gewoon wat meer vertellen over onszelf. Wie wij zijn. Onze ervaring tot nu toe van het afgelopen jaar. Want er is fucking veel veranderd. Er gaan sowieso weer wat golden nuggets tussen zitten voor jou. Waar je wat aan gaat hebben. Dit wordt is er leuk. Eentje van. En niet te missen is dit van. Mooie jochie. Dat we, ja, we gaan het gewoon nu opentrekken. Kantelen. Dus, we gaan kantelen. Ik zou zeggen, enjoy. Hey, we hebben de intro een keer vooraf opgenomen. Hey. Wil jij hem ontmaagden of zal ik hem ontmaagden? Ontmaagde je maar. Want dat vind je leuk. Ja man, dat vind ik top. Ja, welkom bij de 50ste aflevering. Ja man. Al gezegd. Dus, daar zijn we. We zijn... kijk. Hoeveel afleveringen hebben we nu echt 50. Met video? Maar met video hebben we er 40 nu. Nee, 13e kwam volgens mij. Volgens mij hadden we 13 afleveringen voor het eerst met Bill, man. Oh ja? Volgens mij 13 of zo. Ja. Een specifiek getal. Ziekie man, deze fles. Ja, ik, met houd, is het met keuk? Is het een ja, natuurlijk. Ja, altijd keukje, man. Jack Daniels is niet met keuk. Oh nee, maar Jack Daniels, fuck Jack Daniels. Do you like the SMR, of hoe dat ook, ASMR sounds? Oei. Dus, jongens, hoe hoort het te smaken en te ruiken? Nou, hij smaakt dus naar vanille. Banana. Ik geef je een stevige jongen. Vorige keer smaakte ook hard. Smaakt hij naar banaan, ja? Ik weet niet. Hey, goeie man, die vorige smaakt ook een beetje naar banaan, wist je nog? Oh, dat doet me meer denken aan Jack Daniels honey, man. Oh shit, lijp. Ik ben benieuwd. Wil je nog wat water erbij, bro? Voordat we echt... Spoelen. Eerst spoelen en dan drinken, toch? Eerst spoelen met water. Oh ja? Want dan worden eerst je smaakpupillen toch weer schoongeveegd. Dat kan je echt proeven. Ja, I guess. Kijk, want we zijn nu weer gestopt met roken. Ja, en ik heb ook lang geen... Of nu best wel een tijd geen koffie gedronken. En ik heb altijd dat best ik dan op een gegeven moment het idee heb dat mijn mond echt naar poep ruikt. Kwartier. Heb je dat nooit? Als je veel koffie drinkt, dan op een gegeven moment heb je een soort van poepmond. Oké. Okay. Ik heb wel zin in. Ja. Ik heb lang geen whisky gedronken. Waar vind je naar ruiken? Ja, het heeft wel een beetje een fruitige... Fruitig? Nee, maar meer... Ja. Zoetig. Ja, op een zoete manier, maar ik kan het niet echt distinguishen, man. Ja, ik heb gelezen dat het vanille moet zijn, dus dan... Dan ga je daar ook een beetje naar zoeken, inderdaad. Vanille. Op zich is het wel een beetje vanille. Je hebt altijd een beetje... Banana, zoet. Iets van banaan ook wel, toch? Vind je het... Oké. Heb je al geproefd? Vind je het... Nee. Vind je het houterig? Ja, er zit altijd wel een bepaald hout, maar dat is ook omdat het in een vat zit, toch? Dus dan ga je ineens veranderen in een soort van lijpe whiskyproefshow, waar we net doen alsof wij iets snappen van whisky. Ja, ik heb al een keertje een tour gehad. Ik ben met wijn, man. Ja, wijn en whisky zijn eigenlijk gewoon echt top, man. Als dit gewoon allemaal niet werkt, word ik denk ik ook gewoon alcoholist. Fucking stabiel, je weet elke dag wat er gaat gebeuren en het is elke dag weer een feestje. Yo, dan gaan we gewoon naar Gekland, gaan we een beetje toeren, whisky zuipen, wijn. Bro, gewoon stelen. Fuck this shit. Oké, okay. Bro. Proost. Op de 50ste. En we doen geen shotjes. Abraham. We nemen gewoon nipjes. Zo heet dat toch, Abraham? Abraham. Je 50. Ja. Die had ik niet verwacht, man. Het is vrij soepel. Het komt heel toch? Erg. Land als een zacht kus op je tong. Oh shit. Lars. Ja toch. Eerlijk. Hello talk. Hij heeft wel gewoon, hij brandt lekker zo. Oeiep. Maar minder sterk als een bijvoorbeeld een, ja, ik ken weinig whiskies, maar bijvoorbeeld een Jameson of zo. Die is wel erg sterk. Die brandt goed in je keel. Maar dat is... Dit is natuurlijk single malt, toch? En dat is dat het minder sterk ook wel is. Verschil. Nou, niet per se minder sterk. Dat betekent dat het uit één vat komt. En blend komt vaak uit verschillende vaten. Dus dat is als het ware een soort van whisky mix. Ja. Om bepaalde smaakprofielen te combineren. Maar die kan ook heel soepel zijn. Dus dat ik heb laatst ook weer gelezen dat het eigenlijk een beetje een fabeltje is dat blended per se scherper is.
Maar over het algemeen merk je dat malt... Maar wij hebben nu ook gekozen voor een soepele die wat zachter is en wat zoeter. Dat zeker voor beginners is dat wel aan te raden, man. Want het is wat soepeler. Want ik had bijvoorbeeld wel... Je merkt wel dat je er gewend aan raakt. Want ik dronk laatst... Ik heb ooit toen ik jong was... Hennessy was helemaal de shit toch. Was rappers, tour, hef, had dat en zo. Ging Hennessy drinken met een vriend. Vond ik het fuck. Nog nooit gedronken, man. Echt... Toen had ik het afgelopen vrijdag... Hadden we een kleine get-together bij ons thuis. En iemand had cognac. Dus ik schonk gewoon puur in. Want ik drink eigenlijk altijd nu gewoon sterk puur. Dan kan ik het iets meer managen. Het smaakt gewoon top, man. Soepel, zacht, beetje zoetig. Ja. En ik dacht, ik zeg tegen hem, dit is helemaal niet... Ik had verwacht dat het echt te hard zou zijn. Ja. Nee, man, cognac is minder heftig dan whisky. Ja, man, zeg eerlijk. Ziek. Ja, ik had wel inderdaad, toen ik iets van 18 jaar was, toen dacht van... Whisky, man. Dat is nou echt drank voor mannen. En toen dacht ik van, ja, ik ga drinken. En dan nam ik een glas en dacht, oh, ik ga dood. En toen merkte ik ook van, nou, ik ga het veel liever combineren. Ja, man. Snap je? Of gewoon bakertjes. Bakertjes vind ik heerlijk. Ik niet, man. Alleen maar, met bruine rum. Alleen met bruin rum. Niet met witte rum. Dat ben ik niet zo fan van. Maar ik moet zeggen, whiskytjes kunnen de laatste tijd steeds beter in, man. Hey, maar trouwens. Het komt omdat wij het in de ochtend om 11 uur. Trouwens, een super dikke shout-out naar alle luisteraars en mensen die ons volgen op Instagram. Ik krijg steeds meer berichtjes van mensen die eigenlijk sinds het begin dat wij ook begonnen zijn met podcast ook een business begonnen zijn. En ik zie echt vette resultaten ertussen, man. Iemand heeft een riemenmerk begonnen en zo. Echt profi shit. Ik denk, ja, lekker, man. Wie zijn goed jullie bezig, boys? Man. Jullie luisteren jullie naar de dingen die wij zeggen. Jullie passen toe. En hopelijk kunnen we binnenkort... Vissa. Ja, gewoon vissa, man. En get together. Ja, nee, met lotgenoten samenkomen zo lijkt me super sick, man. Ja, maar dat kan... klein hier op kantoor of zo. Het voelt nog een beetje illegaal om dat te doen. Ja, nu wel. Maar op een gegeven moment komt jullie allemaal een knuffel geven. Ja, jou gaat jullie een knuffel geven. Ik hou van knuffels, man. Een goede knuffel. Ik ben even aan het zoeken naar... want we hadden een story geplaatst, maar ik weet niet waar ik dat kan vinden, man. Kom eens. Hier zo. Nee, dat is... Verhalen. Oh, jawel. Oh joh, oké, die snelle route wist ik niet, man. Hé, nu weet jij ook weer iets van mij. Oh, toch niet, man. Oh, dat is toepassen, man. Dat is hoogtepunten maken. Waar moet ik heen? Oké, hierheen en dan meer? Nee. Oké, ik weet niet waar je zit, bro. Nee, ik heb geen flauw idee. Maar ik wil het leren, dus als je het nou gewoon laat zien. We zitten nu eventjes te zoeken voor de mensen die luisteren. Ik zie de telefoon ik moet het echt, ik moet even, ik weet het niet, man. Opgeslagen. Nee, wacht, laat me even. Ik moet even zoeken, bro. Ik kan het niet uitleggen en zoeken tegelijkertijd. Kom. Kijk. Oké. Nou ja, ik ga in ieder geval lekker verder lullen. Het is super tof dat jullie al zo lang bij ons zijn. Al meer dan een jaar maken wij het Lotgenoten Podcast. Daar hebben we in het begin van dit jaar ook al over gehad dat wij in januari in 2020 begonnen zijn. En dat we nu, we gaan nu al, we zijn bijna over het kwart van het jaar heen. Wat trouwens echt doodziek is. Maar belastingaangifte zit er wel aan te komen, BTW-aangifte. Super veel zin in. Maar, Oké, zal ik het je uitleggen? Het is fucking simpel. Oké, gaat naar rechtsboven, naar menu. Dan heb je archief. Oké, top. En dan Stories. Ga je daar naar rijpen, man. Oké, maar in ieder geval, ja, we zijn begonnen. Ik vind het super tof om ook te zien hoe wij zelf als ondernemers gegroeid zijn. In de podcast zelf. Maar nog belangrijker is in onze eigen business. Wij vinden jullie heel belangrijk, maar vinden het ook... We vinden ons belangrijk. Alleen jullie goede content geven als wij zelf groeien als ondernemers, snap je? Want we willen dat jullie met ons meeleren. Ja, en je voelt het ook wel aan of het echt is of niet, snap je? Dus als je zelf niet voortgang maakt in je onderneming of niets doet aan je onderneming... Ik denk dat luisteraars zijn niet dom, man. Precies, want ik vind het ook zo opvallend dat... er zijn bijvoorbeeld best wel veel... Naar boven schrijven. Er zijn best wel veel mensen die... Ja, veel mensen die... Koude man. Ja, ik zat boos te kijken. Bij boos zijn ze de laatste paar afleveringen vet achter dropshippers aan het gaan. Nou, vind ik allemaal best. Maar wat ik interessant vind om te horen, om te zien daar, is dat die gasten die doen dan dropshipping. En natuurlijk gaat het goed, hè. Er zijn echt mensen die met dropshipping heel veel geld verdienen. Maar wat je vaak ziet, is dat er aan de andere kant toch best wel veel ontevreden klanten zijn. Trustpilot gaat niet goed. En ze doen niet dingen als inventaris inkopen... daadwerkelijk een eigen product ontwikkelen en contact daarover, importeren, al die dingen. Mm-hmm. Wat naar mijn mening je toch nog wel echt... Dat is een ander stapje ondernemen, snap je? Want je gaat toch meer kapitaal, weet je. Ik investeer 15 tot 20.000 euro in inventaris en dat soort dingen. Nou, dat zijn best grote bedragen. En ik vind het dan opvallend dat van die dropshipping coaches echt fors geld vragen om mensen te leren ondernemen. En dan denk ik van ja, aan de ene kant, jij kan wel mensen leren dropshippen.
Maar ik vind dat toch nog niet gelijk dat je dan jezelf helemaal kan wegzeggen als een business expert. Ik zou dat voor mezelf namelijk ook nog lang niet doen. Je bent dan dropship expert, toch? Ja, precies. Maar er wordt dan soms, dat zie je in dat boos ook, dat ze dan gesprekken gaan hebben met mensen. En dan zegt van ja, ik heb een dropshipping business bijvoorbeeld en het gaat dik. En ik kan jou leren hoe dat moet. Maar dan denk ik van ja, maar gaat het dik? Maar de hele klantenservice is fucked up. Er zijn honderden, misschien zelfs duizenden klanten die hun geld eigenlijk gewoon terug willen. Maar die jij gewoon als het ware een beetje zo negeert. Dan denk ik van ja, wat ga je dan coachen? Ja, je kan coachen hoe je geld verdient. Maar ja, ik kan je ook leren hoe je blokken moet pushen. Ja, coach. Ik leer je hoe je... Maar ja, dit is, je doet niet een soort van legit business. Nee, maar als je merkt, dat, en dat heb ik... Ik ben nu een boek aan het lezen, heet Expert Secrets van Russell Brunson. Mm-hmm. Branson of Brunson? Branson. Branson. Maar je schrijft met een U, maar je zegt, spreekt uit met Russell Brunson. Branson. Branson. Ik heb echt geen idee eigenlijk. Branson. Het is Richard Branson. Branson. Nee, het is Richard Branson van Virgin. Branson. Het is Richard Branson van Virgin, weet je wel? Van Virgin, ja. Ken je dat, Virgin? Nee, ja, ik heb een boek over hem gelezen, man. Oké, okay, ja, precies. En je hebt Russell Brunson, volgens mij. Hij heeft een eigen vliegtuigmaatschappij. Fucking ziek. Ziek gedaan. Ja. Oké, okay, maar wat ik daarin heb gelezen is dat... je moet een niche vullen, toch? Mensen hebben... Bijvoorbeeld, je hebt dropshippen. En dat, zeg maar, nu gaat iedereen daar naartoe. Ja. Dus op een gegeven moment is dat geen niche meer. Nee. Ja, het is wel een niche, maar het is gewoon... Te veel mensen doen het. Dus wat doe je dan? Dan ga je weer een nieuwe niche zoeken. Misschien daarin zelf. Ik dus ben dan van mening doe je high ticket niet... value of high value ticket. Nee, high ticket. Dropshipping. High ticket. High ticket dropshipping, weet je wel. Ja, dus doe je duurdere weer items. Precies. Kijk, dat is ook, want dat is dus ook weer met dat soort dingen. Dat noemen ze dan high ticket dropshipping. Maar de een noemt producten vanaf 50 euro en hoger noemen ze al high ticket dropshipping. En de andere, dus dat is ook allemaal weer boven beetje. De 100. Bijvoorbeeld, volgens mij is dat toch... Nee, dat verschilt. Verschilt. Sommige mensen noemen dat al boven de 80 bijvoorbeeld, of over de 50. Ja. Dat heb je ook. Maar wat je dus ziet is dat mensen altijd wel... je moet weer iets nieuws ontdekken. Wat je nu ook ziet, bijvoorbeeld, je hebt Facebook advertenties. Oké, de meeste mensen hebben daar wel training over gehad. Ja. Oké, dan krijg je Google advertenties. SEO. Nu krijg je in één keer Pinterest. Oké, iedereen gaat naar Pinterest toe. Oké, maar dat weet je nog niet. Dus dat vind je interessant. Daar wil je een training over geven. Daar het krijgen. Dat snap ik. Snap je? En dat was in het begin over dropshippen. En ik denk dat iedereen toch wel een beetje gaat zoeken van... Oké, ik wil weer wat anders weten. Okay. En die gaan in op de hype wat er voor een... Ja, tuurlijk. En dat is ook... Kijk, als marketeer... Het is niet eens per se de hype. Als marketeer moet je ook gewoon... En überhaupt als ondernemer moet je zien van... Oké, waar is ruimte, waar is vraag en waar kan ik op inspelen? Tuurlijk, dat is gewoon wat ondernemen is. Waar kan jij, er vroeg bij zijn? Jij vervult als het ware de wens of droom... Of het lost een probleem op van iemand. En daar krijg je compensatie voor in de vorm van vaak geld. Ja. Dat is gewoon hoe ondernemen werkt. Precies. Prima. Maar het ding is... Wat ik opvallend vind is dat er heel veel dropshippers zijn... Die coaching geven alsof ze... al echt legitieme businesses starten. Terwijl ik denk van ja, ik vraag me dat ook gewoon af. Hoe kan je er cool mee zijn dat je misschien 3-4 ton doet in de maand en daar zelf, weet ik veel, 80-90.000 euro aan overhoudt, maar dat je wel weet aan de andere kant dat je elke maand een nieuwe shop moet opstarten, omdat mensen fucking ontevreden zijn en eigenlijk gewoon hun geld terug willen, maar jij gewoon zo snel mogelijk de Dodge en Weave doet en verdwijnt. Mm-hmm. Want dat vind ik... Ja, dat is toch borderline een soort van crimineelachtig. Want ja, je licht mensen gewoon op. Want kijk, het is geen oplichting om vanuit AliExpress een product voor duurder te verkopen op een webshop. Totaal niet. Sterker nog, kudos to you. Als je dat doet met goede klantenservice, als je er ook nog een andere verpakking omheen gooit, weet je wel, dat het mooi aankomt, dan ben je gewoon goed bezig, snap je? Want dan zul je ook tevreden klanten hebben. Maar als jij allemaal ontevreden klanten hebt die je niet te woord staat, die hun geld niet teruggeeft, wat ben je dan aan het doen? Dat is niet legitiem geld verdienen. Dus je zegt nu eigenlijk dat mensen die ook al maakt tonnen omzet, dat ze geen training moeten geven. Nou ja, kijk, ik zeg niet met dat ze het niet moeten doen. Ik zeg niet dat ze het niet moeten doen. Ik vraag me meer af van hoe... Ik vind het opvallend van hoe kunnen die mensen daar zelf zo... Oh, het is geen vraag, het is meer een opvallend. Ja, ik vind dat gewoon opvallend. En ik weet bijvoorbeeld... Maar ik weet ik kan dat echt vervelend man. Vinden dat klanten heel erg balen over mijn product. Ik wil dat mensen als ze bij me kopen, zo'n goed gevoel hebben, terug willen komen en echt denken, ja, deze gast is een toffe guy. Maar de reden dat mensen trainingen willen opzetten is dat, en dat hoor je altijd tijdens Tony Robbins experience ervaring, van oké, wat vind jij nou echt leuk? Ja. Wat geeft jij nou echt voldoening? Ja. En wat mensen gewoon heel graag zien, is progressie. Ja. Progressie bij zichzelf. Ja. Nog beter, progressie bij andere mensen die ze training geven en daardoor voortgang maken. Ja, ja, ja.
En daarom stappen mensen heel snel over van, oké, ik heb iets waar ik een expertise in heb. Ja, en dat legt nu uit aan anderen. Ja. Daarom heb je zoveel mentor van 50, 60 die vroeger, dat was vroeg nog, dan je bent oud, je krijgt grijze haren, dan ga je dan anderen uitleggen. Ja, 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 ja. En nu is het mensen van, nu heb ik een miljoen gemaakt, omzet, nu ga ik het uitleggen. En dat kan, hè, dat kan. Het is ook eigenlijk een bredere vraag dat ik me gewoon afvraag van, joh, hoe kunnen al die dropshippers, want het valt me gewoon keer op keer op. Kijk, ik zit dan wel eens te kijken Trouwens, merk je nu al de whisky of niet? Nee, man, nog niet. Ik zit wel eens te kijken naar... Dan kijk ik naar grote dropshippers, dan zie ik bijvoorbeeld... Ik zie al die producten langskomen. Moonpot, die Star Sky, weet je wat, je plafond. En ik denk van, hey, fucking vet product. Ik heb het ook gezien op AliExpress, maar waarschijnlijk hebben ze een eigen verpakking eromheen gebouwd. Misschien het product nog verbeterd. Ja. Eigen brand eromheen gebouwd. Fucking hard, man. Kan ook echt een goed bedrijf worden. Ik heb veel geld mee verdienen. Maar dan blijkt uiteindelijk, als die booster achteraan gaat, dat ze het nog steeds via AliExpress doen. Levertijden te lang zijn. Dus ik denk, yo, als je nou 1 maand een ton draait, pak dan al dat geld dat je winst hebt gemaakt, ga inventaris kopen. En tuurlijk, je kan dan minder hard schalen, maar je krijgt wel goede recensies. Je kan op veel langere termijn werken. En dat vind ik heel opvallend. Je had een andere YouTuber uit Amerika die al 6 jaar geleden of zo, weet ik veel, dropshipping deed. En daar hard mee ging. Miljoenen. Veel geld verdiend. Mm-hmm, ja. Maar die baalt nu als een stekker, omdat hij zegt, wat ik al die tijd gedaan heb, is dropshippen met het idee, dat is waar ik allemaal geld mee ga verdienen. Maar het is allemaal korte maar termijn. Als je echt geld wil verdienen, stel je wil 100 miljoen waard worden, ga je een brand moeten bouwen die je daarna op lange termijn kan uitbaten en waar je echt een tevreden klantenbasis mee bouwt, om dat bijvoorbeeld te kunnen verkopen daarna. Goed voorbeeld daarvan was een jongen die had een organisch deo-merk in 26 maanden opgebouwd van niks naar iets groots en verkocht naar Procter & Gamble voor $100 miljoen. Mm-hmm. Ja. Dat zijn echt bedrijven. Maar dat is toch de stap. Maar dat is, dan kom je terug op het verhaal dat dropshippen zelf is een deel van module, van een model, van een winst. Hoe noem je dat? Verdienmodel. Ja. Het is een gedeelte. Ja, precies. Je kan er heel veel geld mee verdienen, maar het is nog niet compleet. En omdat het niet compleet werkt het voor korte termijn. Juist. Maar je maakt er veel geld mee. Daarom is het verleidelijk om daarmee door te gaan. En dat is logisch, hè? En wat we ook al eerder hebben gezegd, van oké, kijk, ik heb geen ervaring met dropshippen, maar ik zou me heel goed in kunnen inleven van, fuck it, ik begin met dropshippen. Ik kijk wat er werkt. En als ik dan een jaar bezig ben, dan ga ik verder uitbouwen en kijken, oké. Maar dan kom je bij de volgende vraag. Heb ik in de tussentijd een product gehad dat goed is aangeslagen? Nou, dat is heel grappig. Als dat niet zo is, dan ga je verder zoeken en blijven dropshippen. Dat is het gevaar dat er bestaat. Kijk, als jij tonnen doet met dropshippen, heb je producten die goed werken. That's how it is. Opvallend daarin is dat er in de dropshipwereld, zeker bij de mensen die general stores hebben en continu op zoek zijn naar nieuwe producten, winning products, die ze eruit knallen. Bam, bam, bam. Ja. Het idee is daar eigenlijk dat je gewoon elke week of eens in de zoveel dagen moet je een nieuwe winning product vinden. En dat doe je door gewoon elke dag. Eens in de nieuwe dagen. Eens in de zoveel dagen of eens in de zoveel weken. Ja, want dat is best wel snel, toch? Ja, het is fucking snel. Ja. Omdat het op hele korte termijn heel veel geld eruit trekken is. Dat is een beetje hoe het werkt. En niet iedereen doet het zo, maar dat is hoe een groot deel het doet. En wat je dan ziet, je test 10 producten. Nou, eentje werkt, bam, ga je doorknallen. En elke dag test je gewoon veel producten. En als eentje werkt, trek je gewoon snel mogelijk veel geld uit. En dan ga je weer verder. Wat ik heel opvallend vind, is dat ik was een dropshipper en die had een product. En dat waren bepaald soort sokken. Die kon ik verkopen van AliExpress. Nou, prima. Mm-hmm. En die gingen bij hun volgens mij wel redelijk lekker tijdje wat geld mee verdiend. Maar ze gingen weer door naar volgende product. Er was gewoon één winner en weer door naar de volgende winner. Mm-hmm. Dus een andere dropshipper uit Nederland, die heeft datzelfde product van die sokken, exact hetzelfde, geïmporteerd. Eigen merkje eromheen gedaan. Brand omheen gebouwd. En die doet nu volgens mij gewoon steady minstens 1 of 2 ton per maand al een half jaar. Ja. En is een merk om aan het bouwen. 400 goede recensies op Trustpilot. Ja. Snap je? En het idee bestaat heel erg van, ja, als een winner, als dat eenmaal minder gaat presteren in Facebook, dan gaan we door naar de volgende. En daardoor doen ze dat nooit, snap je? Want ze zijn continu, nee, ze geloven als het ware niet in een product. Kijk, ik zou in mijn hoofd hebben zitten van, oké, luister, ik test veel producten. Producten die winnen, wat je net ook al zei. Ja. Ook in mijn achterhoofd. En daar ga ik een brand van opbouwen. Zo zou ik het zelf doen. Ja. Ik zal niet continu blijven gooien en dan sommige dingen blijven hangen, maar over tijd verliezen het weer. Ja. Ik zal op een gegeven moment wel brands gaan opbouwen met de winnende artikelen. Ja. Zeker. Ik zit er helaas niet in. Anders was Koen al miljardair geweest. Precies. Maar hij spaart jullie eigenlijk. Ik spaar in essentie worden jullie gespaard. Nee, maar ik heb bijvoorbeeld wel... Denken, hè? De camera aan. Dat zou echt pijnlijk zijn.
Ja, je hebt hem aangezet. Mooi zo. Hij staat kapot aan. Nee, maar ik heb dat nu bijvoorbeeld ook met de cursussen. Van, ik ben heel lang aan het werken met één cursus. En dat moet ik doen, weet ik voor mezelf. Om te weten van, oké, tot welk punt hou ik het meeste uit zo'n cursus? Ja. En dan weet ik van mezelf, oké, dan heb ik een cursus. Dan ga ik er meerdere maken. Maar dat ga ik pas doen op het moment dat ik weet van, oké, ik weet wat werkt en wat niet werkt in het proces. En daar ben ik nog zelf aan het leren. Mm-hmm. En dat merk ik ook, dat heb ik ook gewoon geaccepteerd van, oké, dat duurt lang en heb je andermans hulp bij nodig en dan moet je veel voor leren. Ja. Terwijl, als jij precies de goede cursus had gehad, van tevoren misschien iets meer research had gedaan, net de jongens, de mensen op meer in hun kennis had geraakt, dan had ik misschien in één keer de goede cursus gehad. Ja. Maar dat is nu met de ervaring die ik achteraf heb. Maar ik weet wel van, oké, straks ga ik wel ook weer meerdere cursussen. En ga ik ook kijken van, oké, welke cursus pakt de beste? Ja. Oké, dan ga ik daar weer op inspelen. Dan maak ik daar een grote brand van. Ga ik daar meer tijd in investeren? Ja man, echt, ik zweer, dat is echt de tip die ik aan alle luisteraars wil geven ook. Zet gewoon in op die lange termijn. Ik heb daar ook laatst een hele mail over gestuurd. Maar wanneer? De exclusieve lotgenoot community. Wanneer zet je in op de lange termijn? Op het moment dat je niet gaat voor het snelle geld. Kijk, iedereen wil gaan dropshippen omdat dat werkt. En dan ga je heel veel producten testen. En dan kan je echt wel gewoon goed geld verdienen. Nee, maar Don't get me wrong. Op begin af aan zet je op het lange termijn in. Je begint gelijk met de band opbouwen. Je begint gelijk met de product. Ja, dat kan gewoon. Het belangrijkste is, dat merk ik nu echt bij mezelf ook. En dat is misschien wel een soort van fout die ik gemaakt heb. Is zet in op waar je echt die fucking passie voor voelt, man. En al is dat... Kijk, dat merk ik bij jou. Jij hebt echt veel passie voor de shit die je doet. Ja, ik kan gewoon En doorgaan. Ik heb veel meer passie voor de onderneming die ik heb dan daadwerkelijk voor mijn product. Mm-hmm. En nu ben ik heel erg in de ontdekkingstof van, oké, ik vind het leuk, het product dat ik doe. En ik kan er wel zin in maken, want ik ben gewoon vaak wel geïnteresseerd in heel veel dingen. Dus ik kan er vaak wel redelijk induiken. Maar als ik echt ga kijken naar mijn heart of hearts, de shit waar ik echt blij van word, ook na het gesprek van met Mark bijvoorbeeld van vorige week. Denk van, ja, ik vind veel meer bijvoorbeeld dingen als fashion, sieraden, accessoires, dat soort dingen vind ik veel interessanter. Ja. Hip-hop is bijvoorbeeld echt een ding dat echt diep bij mijn hart ligt. En even tussendoor, dit is wel iets wat, sinds ik jou ken, het is vanaf begin af aan, is het altijd, heb je interesse gehad naar hip-hop, naar sieraden, naar kleding. Exact. Dat heeft altijd eraan geknaagd. Maar alleen omdat je, de eerste merk was natuurlijk met kleding. Ja. En toen merkte je van, oké. Deze shit is lastig. Het is lastig en ik ken het ondernemen nog niet genoeg om te weten hoe dat wereldje in elkaar zit. Nee. Nu heb je gewoon de Good Cup, dat is gewoon lekker aan het gaan. En dan weet je van, oké, als ik dit dus toe ga passen bij mijn passie, dan gaat het waarschijnlijk wel lukken met de ervaring die ik tussendoor heb opgedaan. Juist, en wat ik denk dat goed is als ondernemer, waarom zeg van pak voor die lange weg. Het is een soort van verleidelijk om te gaan zoeken van oké, welk product zou het beste gaan verkopen, weet je wel. En daar ga je naar zoeken. Dus de hype. Een beetje de hype. Ja, of in ieder geval zoek van waar ligt het meest geld op de korte termijn. Zo kijk ik er redelijk naar. Terwijl het is eigenlijk veel belangrijker van, joh, wat geeft mij nou echt die passie? Ga daar nou eens 3-4 jaar voor strijden, snap je? En dat het de kledingmerk is, tuurlijk. Er is heel veel concurrentie, heel veel dingen. Maar ga strijden, man. Ga gewoon echt goed nadenken. En dan bedoel ik niet, wees ook realistisch. Want wat ik bijvoorbeeld ook heel veel zie, ik had het daar gisteren nog over met iemand, die zei van, ja, heel veel, als ik nu kijk naar kledingmerken. Krijg als op advertenties op Facebook, keer op keer krijg je weer nieuwe kledingmerkjes en shit. Maar wat het altijd is, het is een t-shirt met weer een nieuw woord. Of een nieuw logo. Of een roos. Van, ja, maar wat moet dit met mij doen dat ik dit wil kopen? Waarom wil ik dit kopen? Mm-hmm. En dat vraag ik me altijd af. Van daar moet wel echt meer over nagedacht worden. Maar dat is even een ander punt. Dus ga gewoon echt af op die passie, man. Nou, ik kan hier wel een goed voorbeeld van noemen. Bijvoorbeeld, ik koop best wel gewoon standaard dingen. Ik heb mijn eigen stijl. Ik vind het helemaal prima. Ik ben daar niet de moeilijkste in. Maar ik zag dus laatst broeken. Ja. Met bijvoorbeeld een soort van joggingbroek. Dus het zit lekker. Ja. Dat kun je vaak aandoen. Maar het zit wat wijder aan je benen. En je hebt heel veel van die broekzakken erin zitten. Okay. En aan de onderkant zit het weer aan elkaar. Dus dat betekent dat het smal om je enkel heen zit. Ja, ja, ja. Waarvan ik weet van oké, ik kan dit aantrekken, naar werk toe gaan, doe een truitje eroverheen. Ik zie er gewoon netjes uit. En ik kan er gewoon de hele dag in werken. Dat is voor mij heel erg soepel. Dus, en ik vind het gewoon vet eruit zien. Het ziet een beetje legerachtig eruit, toch? Maar zulke broeken... Groen en zo, ik weet wat je bedoelt. Groen, blauw, ja, weet je wel. Soms ook gewoon helemaal zwart. Zeg maar zo, met zo'n cargo pant die dan... Beetje wijd en hier komt hij vast. Ja. En dan heb je hier een zak en hier... Een precies. Beetje cargo pants. Misschien dat... Ja, het zijn cargo pants. Cargo pants. Ja. Maar dat is dus een nieuwe soort broek die ik een paar jaar geleden nog niet zag.
Nee. Tam heeft nu mijn interesse gepakt. Ja. En met truien, wat je nu zegt, heb je altijd hetzelfde logoetje wat verandert. Of een beetje tekst. Maar trui verandert niet echt. Een goed voorbeeld daarvan is ook, bijvoorbeeld dat... je had op een gegeven moment een merk dat maakte pantalons. Maar van een stof waardoor het net leek alsof het een pyjama broek was. Mm. Dus een soort van, en hun unique selling point was... Wear your pajamas all day, but look classy. Ja. Snap je? Oh, dus je ziet er netjes uit, maar het voelt wel alsof het gewoon lekker, ziek comfy. Ja, of Pockies, dat onderbroekmerk. Waar je gewoon een lange onderbroek met broekzakken. Je kan in principe gewoon in je onderbroek buiten chillen. Ik heb vrienden die gewoon in de zomer bijvoorbeeld gewoon in een Pockie buiten rondlopen. In principe loop je dan gewoon in je onderbroek. Ik zou dat wel fucking chill vinden, ja. Precies, maar dat zijn dingen dat ik denk van, hé, dan heb je erover nagedacht. En dan ga je weer net even wat anders doen. En dan denk ik van, ja man, dat is of, die shit. Of zo simpel iets, dat had je ook een paar jaar geleden. Je had nooit voetbalbroekjes met zakken. Op een gegeven moment kreeg ik op een gegeven moment zakken in voetbalbroekjes. Oh ja? Ja, gewoon, maar dat was meer omdat we minder richting fitness gingen, denk ik. Ja, of zo. Man. Ja, ja, ja. Nou, zit de zak in. Oké, prima man. Als ik mag kiezen met zakken of zonder zakken, kies ik met zakken. Ja. Gewoon alleen een klein dingetje toevoegen. Kan er ook voor kiezen dat je echt massaal daarvoor zeker gaat. En dat is ook een ding. Kijk, je kan ook bijvoorbeeld heel niche gaan. Je hebt ook mensen die wel gewoon een t-shirt met een logootje erop maken. Maar het stofje is helemaal van bamboe. Of je gebruikt een hele unieke manier voor het gebruiken van TikTok-influencers. Dat kan ook, hè. Kijk, het kan ook gewoon een logootje zijn dat jij vet vindt. Maar als jij verwacht dat jij gewoon een t-shirt kan maken met een logootje dat je vet vindt. En dan gewoon advertenties kan gaan draaien. En dan heel veel geld kan gaan verdienen. Ik denk dat, dan ga je denk ik van een koude kermis thuiskomen. Ja. Of je moet dus echt een gat opvullen. Bijvoorbeeld niemand, wat je net zegt. Niemand doet iets met TikTok-influencers in Nederland, dat je daarop gaat inspelen. Juist, okay, juist. En dat is weer een unieke manier van marketeren, snap je? Ja. Want er zijn, je kan een unieke manier van waarop je het bij de klant brengt bedenken. Je kan een unieke manier van productie bedenken. Een unieke manier waarop het eruit ziet. Dus en, dat heb je, ik heb dat boekje hier niet liggen, maar je hebt zeg maar, je hebt 12 types van innovatie waarop je kan gaan zitten. En dat gaat van, je kan het businessmodel uniek insteken, je kan het verdienmodel uniek insteken, je kan de manier waarop je communiceert. Je, allemaal dingen waarin kan, als je er één of twee pakt en daar heel uniek in bent, kan je al meerderheid pakken, snap je? Ja. Dus dat daar moet je echt over nagaan. Oké, netjes. En dat is wel leuk, dan kunnen we eigenlijk gelijk doorgaan, want we hadden, tenzij jij nog iets kwijt wil. Een boek die ik ga lezen heet The Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy. Hij ligt daar. Gelegd, alvast. Van Kim Marlboro. Oh nee, wacht. Oh, dit gaat soepel. Dit gaat soepel. Zo, big flex, hè? Je leest, hè? Hey, shout-out naar René Kooijman, trouwens. Ga allemaal de Ultimate Mastermind checken. Stay disciplined, guide. Die is ook goed bezig. Dus shout-out naar jou, René. Goed bezig, jongen. Leuk. Geef veel trainingen hoe mensen gedisciplineerd moeten worden leuk, voor hun ondernemingen en echt moeten trainen. Ja man, en hoe je echt een businessplan kan schrijven. Precies. Leuk. Inderdaad, voorbij. Dus... die is fire. Sorry voor iedereen's oren. Ja. Waarschijnlijk krijg je nu een... in je oren, want Koen trok even aan een kabel. Of niet. Maar, of niet, wie weet. Blue Ocean Strategy is hartstikke leuk, waarin ze eigenlijk zeggen van... wat jij net ook zei, van je hebt... Hier krijg je blauwe... school heel veel over, man. Ik lees het dus ook bijvoorbeeld in allerlei boeken. En het is al, ik heb het al 10 keer gelezen in andere boeken. Ja. En dan op een gegeven moment moet je bij jezelf beslissen. Oké, ik ga het boek halen. En het is ook 3,6 miljoen keer verkocht. Dat is echt fucking veel. Maar wat ze dus altijd zeggen is... je hebt blauwe oceanen. Daar wordt eigenlijk... Dat was dropshippen in Nederland 6 jaar geleden. Of 6 tot 8 jaar geleden. Ja. Dat was Pinterest met advertenties een jaar geleden. 5 maanden geleden. 5 maanden geleden, inderdaad. Ja. TikTok advertenties, dat is misschien nu een blauwe oceaan. Dat kan nog niet, maar als dat dus kan, is dat een blauwe oceaan. Als je een van de eerste bent, kan je daarop inspelen. Ja. Op een gegeven moment, als er te veel mensen doen, dus 4, 5 mensen, topmensen zitten al in jouw niche, dan wordt die op een gegeven moment rood. En dat betekent dat je gewoon de concurrentie aangaat. En dan moet je gaan op lagere prijzen, betere kwaliteit. Het is in principe het verschil tussen een saturated markt en een unsaturated markt. Een markt waar al heel veel aanbieders zijn en een markt waar nog niemand is. Ja. Dan ben ik heel benieuwd naar jou kijk hier naar. Hoe zie jij een blue ocean? Denk jij echt dat het zo is dat bijvoorbeeld de schoenenmarkt nu een red ocean is? Nee. Ik denk dat een bepaalde niche... Kijk, in schoenen heb je voor verschillende merken. Je hebt Nike, Adidas, je hebt sneakers, je hebt...
Jij bent er wel goed in. Wat voor soort schoenen heb je? Ja, wat sportschoenen of schoenen je hebt sportschoenen, aan zich? Schoenen aan zich. Ja, je hebt dure designer, Alexander McQueen, D-Squared, Lanvin, Prada, al die dingen. Ja, precies. Je hebt wat meer de middenmoot. Maar je hebt ook sneakers. Dus dan heb je bijvoorbeeld Filling Pieces, Maison Garments, dat soort dingen. Maar het zijn echte merken, toch? Dat zijn echte merken. Precies, en je hebt ook soort schoenen. Dus qua soort schoenen heb je bijvoorbeeld laagschoenen, sneakers, gimpen, boots. Laarzen. Nou ja, precies, laarzen, et cetera. Ja. En dat zijn ook allemaal best wel niches die ook al gevuld zijn met heel veel merken en waar mensen ook wel weten van oké, dat zijn leuke schoenen om te dragen, want ze zijn al jaren op de markt. Maar wat nou als je straks een nieuwe, bijvoorbeeld dat je een paar jaar geleden, dat je opeens je eigen sneakers kon ontwerpen. Al best wel lang geleden. Nike ID en zo. Precies, en dat werd steeds toegankelijker. Ja. En nee, dat was dus gewoon even een blauwe oceaan voor een jaar of misschien voor 2 jaar. Ja. En dat is op dat moment, als jij een van de eerste bent die dat geeft, ja, dan kan je daar heel veel geld op winnen. Ja. En dan ben je degene die vooraan loopt. Ja, nou, dat is dus inderdaad mijn kijk ook op bijvoorbeeld hoe ik denk dat je bijvoorbeeld in kledingmerken of gewoon überhaupt een merk naar voren kan duwen. Bij kleding is het heel opvallend. Je moet eigenlijk 1 of 2 pieces hebben die echt uniek zijn en in het oog springen. En daarna moet je een following opbouwen van klanten die daarna ook de minder speciale pieces interessant vinden. Snap je wat ik bedoel? Filling Pieces had een heel uniek model van schoenen die net iets hoger waren, waardoor het soort van tussen een hoge en een laag schoen in zat. Dat was er nog niet. Nee. En nu maken ze ook laag schoenen, middenschoenen, gekke nette schoenen, minder nette schoenen, al die shit. Ja. Maar omdat ze een soort van, in dat eerste geval, die mensen waren zo tevreden met hun schoen, dus je bindt mensen aan Filling Pieces. En daarna hoef je als het ware minder uniek te zijn en meer gewoon te luisteren naar de klant van, hé, wat vind je eigenlijk nog meer vet? Ja, en oh dat ja, aanbieden. Maar dat bestaat al wel, maar wij kunnen dat voor je maken. En zij denken van, ja, ik fok al wel heavy met Filling Pieces. Dus ik zeg niet dat het dan makkelijk wordt, maar dan kan je iets meer in gaan spelen op klantbinding en minder op super uniek zijn om mensen aan je te binden, zeg maar. Vind je winnende product en daarna kun je ook uitbreiden naar andere producten, een soort van upsells gaan creëren. Wat je bijvoorbeeld hebt is op TikTok had je op een gegeven moment een tijd waar allemaal droegen alle grote influencers droegen zo'n trui met een capuchon met allemaal verschillende kleuren. Ja. Alsof je of een bon verf op werd gegooid. Oh, je bedoelt tie-dye. Geen flauw idee, want ik heb daar verder dus niet naar gekeken. Tie-dye. Ja. Jij wel. Ja, tie-dye. Dat is nice. Maar dat werd op een gegeven moment echt een hype op TikTok. Ja. Op een gegeven moment. Het is al eeuwenoud trouwens. Het is al eeuwenoud. Maar oké, TikTokers deed het eerst. Toen gingen Nederlandse TikTokers het ook doen. Op een gegeven moment zag het op Instagram. Eeuwenoud is trouwens echt bullshit. Maar dus okay. Ja, eeuw, het is niet alsof ze een eeuw geleden met een tie-dye trui rond. We weten hoe je overdreven jij kan zijn. Dus het is al een paar jaar op de markt. Yo, makker, check mijn tie-dye trui. Hoe heb je dat gedaan? Ja. Onder mijn Mali-kolder draag ik altijd een prachtige tie-dye trui. Weet je wat het is, Mali-kolder? Nee, man. Die toren met al die ringetjes, dat als je gesterpt werd, dat het niet doorheen ging. Ja? Een soort van het kogelvrij vest van 1800. Van 1800, geen kogelvrij, maar gewoon een mesvrij vest. Juist. Precies. Of langer geleden, weet ik veel. Ik wil het. Maar dat zijn, ik denk dat dat ja, wel gewoon kansen zijn waar je op kan inspelen. Ja, en dat is een marketingdeeltje, een promotiedeeltje, van dat je het daar goed uit weet te zetten. En dat is best wel lastig om daar je vinger op te krijgen. Hoe je zorgt dat een product als het ware een hype wordt. Nog iets. Eelco de Boer, heeft heel lang veel moeite gedaan om op Instagram te groeien. Ja. Die geeft heel veel trainingen. En hij heeft nu binnen 2 maanden is hij op Clubhouse groter geworden dan op Instagram. En hij heeft nu 36.000 volgers op Clubhouse. Heb ik ook nog een interessante term voor je. Dat heet de First Movers Advantage. Ja. De persoon die als eerste een beweging maakt, binnen een bepaalde richting loopt iets meer risico, want het is vrij onbekend. Maar de First Movers Advantage is dat als jij als eerste stap maakt, kan je ook kant maken om het meest in één keer van de markt te nakken, omdat jij de enige bent. En dat is weer die vergelijking die ik had van, joh, als jij de eerste bent, sta jij als enige in een ruimte met een microfoon waar 100 mensen zijn. En als er meer mensen met een microfoon binnenkomen, gaat steeds minder mensen op jou letten. Ja, precies. En hij is dus een van de eerste geweest. Met een microfoon. Maar hij is ook consistent geweest. Ja, ja, en dat komt daar allemaal bij kijken. Natuurlijk. En waar praat hij over? Over de eerste onderwerp. En dat is ook Blue Ocean Strategy. Komt op Clubhouse. En waar praat je dan als eerste over? Over Clubhouse. Hoe werkt Clubhouse? Ja, wat zijn tips? Wat is het? Wie gaan er nog meer op? Ondernemers. Ondernemers willen weten hoe ze Clubhouse kunnen gebruiken om klanten binnen te halen. Oké, nog een niche. Oké, hoe kan je op Clubhouse een marketingtip verkopen om mensen, ondernemers in je funnel te krijgen? En je ziet dus, je hebt eerst een groot onderwerp. Clubhouse, dan ga je naar ondernemen, dan ga je naar marketing, dan ga je naar real estate, ik noem maar wat, en dan ga je bijvoorbeeld naar social media. Ja.
Dan zie je dat het steeds kleiner wordt. Ja, en wat dat is wel belangrijk in dat die nuance te maken bij die Blue Ocean Strategy. Van je hoeft niet, snap je, er bestaat nu een fiets en een auto. Je hoeft niet een soort van nieuw fietsauto te bedenken, snap je? Want wat je bijvoorbeeld een goed voorbeeld dat ik laatst ook hoorde in de podcast, was een gast. Die droeg altijd hoeden. Was ergens uit Texas of zo, droeg altijd hoeden. Maar die ging ook veel raften in het water, weet je wel, gek gehaald. En dan was hij een keer zijn hoed kwijtgeraakt. In de koude bed, want dat was zijn lievelingshoed. Toen had hij de volgende keer had hij een veter, had gaatjes gemaakt, veter door die hoed heen gedaan, onder zijn gezicht door. Zo, bam. Gezicht. En toen dacht hij ineens van, hè? En allemaal vrienden om me heen, van, joh, kan je niet eens van mij maken? Raak ook de hele tijd mijn hoed kwijt, dan kan ik hem gewoon zo doen. Nou, daar is hij een merk mee gestart. Finley's heet het volgens mij. En dat is fucking groot nu. Ja. En het is zo simpel als een hoed. Die mensen continu kwijtraken, wat als ik er een veter bij doe? Hmm. En als jij de eerste bent die dat doet en dat goed communiceert, heb je als het ware een blue ocean gevonden. Ja, inderdaad. Snap je? En dan heb je weer die first movers advantage. Om het feit, kijk, daarna hebben anderen het ook wel nagedaan, of course. En zij hebben dat dan nu volgens mij op een bepaalde manier gepatenteerd, dus dan kan je dat een beetje afhouden. Hmm. Maar in het begin was er iemand anders die dat eigenlijk ook deed. En zij hebben daar gewoon echt een groot bedrijf mee opgebouwd. Ja, en dat is een super kleine verandering. Dat is bijna niks. Een fucking veter onder je kin als dat. Ja, soms is het gewoon een kleine innovatie. Ja. En daarom is het wel ziek, maar. En ja, ik wil wel eigenlijk ook doorgaan naar de vraag. Hoor. Ja, nee, maar dan kunnen we nu in één keer doorrollen, man. Want we hebben het nu continu gehad over Blue Ocean Strategies. Innovaties. Innovatie. Ik kan nog dieper op ingaan. Maar ja, we kunnen ook gewoon doorgaan naar de vraag. Ja, nou ja, een van de vragen is dus welke studies hebben jullie gevolgd? Ah, dat sluit bij mij wel leuk aan, dat weet ik, voor een klein bruggetje. Naar de Blue Ocean Strategy. Ja, ik heb business innovatie. Business innovation. En het gaat over innovatie in de brede zin. Dus op zoek naar ruimtes in markten, nieuwe producten bedenken. En dat managen. Eigenlijk hoe manage je een innovatie. Mm-hmm. En ik ben veel meer van ondernemen. Wie heeft de vraag? JSTNBS. Justin Bus. Ik weet niet. Even kijken. Justin. Ik weet niet of die Justin heet, man. JSTNBS. Ik weet niet, maar JSTNBS. Kijken? Nee. Nee, ik zie zijn foto's niet echt goed. Maar ja. Nou ja, maar nee. Maar ja, hij vroeg het business school. En welke studies hebben jullie gevolgd? En als je zegt bijvoorbeeld, zou je, als je nu 4 jaar terug mag gaan. Ja. En mag kiezen tussen gelijk ondernemen en daar voel je op ingaan of je studie volgen. Wat zou je dan doen? Ik zou small retail en business management gaan studeren. En wat je daar concreet hebt, ik weet even niet welke dat is, maar dan heb je eentje. Dan begin je in het eerste jaar een onderneming. En in de volgende 4 jaar ga je verder met die onderneming. Volgende 3 jaar. Of de volgende 3 jaar. Ja, eigenlijk de volledige 4 jaar ben je bezig met die onderneming uitwerken tot tot een ding, snap je? En elk vak is dan van, oké, nou nu gaan we bijvoorbeeld inkopen doen. En daar moet je dit en dit en dit voor doen. Om de vak klinkt wel halen. Vet, man. Ik zeg eerlijk nu, als je dat zegt. Fucking ziek. Ja. Dan had ik dat gaan doen. Retail? Wat was het? Retail management? Volgens mij business en retail management. Pin me daar niet op vast, maar volgens mij is zoiets heet dat. Mm, en het is best wel een pittige studie, want je wordt echt in het diepe gegooid van, joh, ga maar ondernemen en go check it out. Een soort van de eerste les is, ga je inschrijven bij de KVK. Ja. Maar onderwerpen denken, product bedenken. Juist. Dat is echt helemaal waar je in moet gaan. Zo, ik ken iemand die had een bepaalde snijplank, hadden ze helemaal bedacht met een team. Je krijgt ook een team. Je zit met 5-6 mensen en iedereen krijgt een rol. Je zou maar een fire product hebben, hè? Dan moet je daar 4 jaar mee doen. Ja, maar, nee, maar dan kun je de pivot maken, toch? Dat hoort daar ook juist bij. Oh ja, dat hoort. Oké, okay, netjes. Dus dat je andere producten gaat ontwikkelen. Kijken wat er verder wel werkt. Juist. Ik denk dat ik dan sneller echt soort van mijn passie ontdekt had voor het ondernemen. En dat ik daar meer echt in de trenches, als het ware, van had kunnen leren hoe dat moest. Nou, ziek, man. Ziek. Maar het is niet dat ik nou heel veel spijt heb van dat ik dit gekozen heb. Maar ik denk dat dat wel echt een fucking vette studie is. Dat is nog beter geweest voor jouw richting die je op wil. Ja. Nou, bij mij was het compleet anders. Ik heb Life Sciences gestudeerd. Life Sciences is... ik trouwens in Den Bosch aan Avans. En jij? Jij Hogeschool Utrecht. Ja. Dat is biomedisch labonderzoek. Wat betekent dat? Eigenlijk word je opgeleid om in het lab te gaan werken en onderzoek te gaan doen. Bijvoorbeeld naar verschillende ziektes. Maar toen... In mijn derde jaar kon ik kiezen of ik ook... Ik zit daar naar te kijken. Ik moet even nadenken. Maar in mijn derde jaar kon ik kiezen wat ik wou, welke richting op ik wou gaan. Ja. En toen dacht ik van, hey, ik vind zoologie best wel vet. Nou, dat betekent dus zoologie. Betekent dus dat je dieroperaties gaat uitvoeren. Maar dat betekende dat ik in het jaar erop ook breinonderzoek mocht doen. Nou, toen ging ik breinonderzoek doen. Dan heb ik een stage gevolgd bij Cilix. Dat is een bedrijf binnen het terrein van VU. Amsterdam, VUMC. VUMC, godverdomme. En
was heel erg vet. Mocht ik onderzoek doen naar Alzheimer, hoe dat werkt in het brein, hoe het geheugen in elkaar zit. Toen dacht ik, denk van, hey, het is best wel vet om daar wat meer over te leren. Maar die mensen gingen diep, hè. Die mensen, God, luister, die kunnen gewoon 30 jaar onderzoek doen naar DNA. En elke maand doen ze weer nieuw onderzoek en ze gaan steeds dieper, steeds verder in het moleculaire organisme. En ik denk, wow. Toen ik daar kwam, toen ging ook heel wereld voor me open. Ik dacht van, ja, je hebt gewoon een brein en je hebt cellen, toch? Nee, dat gaat echt veel dieper. En daar gingen ook miljoenen euro's en eigenlijk wel meer omzet maakten zij per maand. Want het was een bedrijf. Oké. Okay. En toen was het een op winst gericht bedrijf of vanuit overheid? Winst, puur winst. Ja? Ja, ja, ja. Met onderzoek? Maar wie geeft hun geld dan daarvoor? Universiteiten. Dus wat zij heel slim deden was, zij leiden mensen op met bepaalde skills. Ja. Die, dat bedrijf? Dat bedrijf, die andere mensen niet kunnen, of ze huren ze dus in. Ja. Maar ze hebben dus ook technieken, modellen, bijvoorbeeld voor... Het klinkt misschien een beetje creepy, maar dat is heel normaal in het onderzoek. Bijvoorbeeld om muizen bepaalde onderzoeken te laten doen. Bijvoorbeeld ze moeten een doolhof doorlopen. Yeah. En normale muizen kunnen dat goed, maar muizen met Alzheimer kunnen dat slecht. Ja. Nou, muizen met Alzheimer hebben dus genetische manipulatie waardoor ze dat kunnen. Maar ja, wat er dus kwam was dus, ze hadden allemaal modellen. En ze hadden mensen die skills hadden of dus technieken. Die je nergens anders kon vinden. Ja. Niet in Nederland, niet in Frankrijk, niet in België, niet in Duitsland. Dus op het moment dat een universiteit zegt van... ja, luister, ik heb Alzheimer muizen... maar ik wil hier en hier achterkomen... maar ik heb die technieken niet. En de skills niet. Zegt ze, oké, nou, laat maar naar ons toekomen. We got that. Betaal me 500.000 euro en wij doen het voor jou. Dead it. Weet je? En ga nadat de onderzoekers dat geld niet eens krijgen. Toch of wel? Wie? Dat wel goed. Verdient best wel goed, Laborant bijvoorbeeld verdient niet. Nee. Oh, nee. Kijk, nee, als ik daar zou werken, dan... Je weet, voor een bedrijf, dan verdien je veel meer dan voor een universiteit. Ja. Maar je verdient... als je goed bent, ga je op een gegeven moment wel veel verdienen. Maar als onderzoeker, die komt tegen een topje aan. Ja. Snap je? Je bent geen manager. Nee. Je kan geen mensen leiden. Nee, je moet denk ik gewoon boeken gaan schrijven en zo. Boeken? Ja, zijn trouwens nu wel... Ja. In te dalen. Hij begint in te dalen, lekker. Hij slaapt binnen, je whisky. Maar dus, dan moet je interessante boeken gaan schrijven om precies. Die guapo te getten. Maar daar heb ik dus eigenlijk geleerd van, oké, toen kwam ik voor het eerst in contact met een bedrijf. Ja. Daarna ben ik nog naar Engeland gegaan, heb ik daar nog, ben ik me gaan afstuderen. Ja. En toen ik in Engeland zat, dacht ik eigenlijk van, oké, ondertussen gaf ik trainingen aan studenten over hoe ze beter konden leren. Want ik had daar zelf altijd heel veel moeite mee. Ja. En ik had kennis over brein, over geheugen. En toen kwam ik... in de tussentijd ken ik jou, Jaro. Jou had de enige echte knoppert. Garo. En toen zeiden we van, nou... Toen, ja, jij kwam eigenlijk met het idee van, ja... Moet je hier niet wat meer mee gaan doen? Ik heb jouw ondernemer gemaakt. Ik heb het zaadje ingestimuleerd. Toen heb ik heel lang getwijfeld. Toen zei je van, nou, doe dit en dit eerst. Concurrentieanalyse en kijken of je het leuk vindt. Mooi is dat, hè? Want toen was ik ook nog veel minder ver dan ik nu bijvoorbeeld weer ben. Ja, precies. Grappig. Zeg maar, als we nu zouden kijken, dan zou je... Ik zou het weer heel anders aanvliegen, man. Dan zou ik het ook, ja, inderdaad. Heel anders. Als ik terug zou kijken, zou ik het ook heel anders doen. Ja, maar dat is part of the life. Dat is part of the game. Job. En ja, dat is ook iets, misschien. Dat is een grote tip, man. Echt een grote tip. Van veel mensen denken na over wat ze deden moeten doen. En dat hebben we al heel vaak gezegd, maar gisteren kregen we weer een bericht. En volgens mij staat die daar ook in, rechtsonder. Was het bericht rechtsonder. Wat, hoe kom je af van het shiny object syndrome? Oftewel, je steeds switchen naar iets beters. Precies. En beters tussen aanhalingstekens. Dus, fuck is beter. Dus je denkt de hele tijd na over wat je precies wil doen. En je wilt misschien een product doen met schoenen. Dan denk je na van, nou ja, iedereen doet al schoenen of iedereen doet al dropshippen, dus ik moet weer wat anders doen. Dus ik doe het wat met Pinterest. Oké, Pinterest, nou, dat werkt niet voor mij. Oké, dan ga ik door naar, wat is nu nieuw? TikTok. Oké, ga ik daar iets met TikTok doen? Wat kan ik in TikTok doen? En je bent niet echt begonnen, maar je gaat de hele tijd tussen onderwerpen switchen. Ja. En kijk, wij weten het ook nog allemaal niet, hè? Want wij zitten nu een paar jaar in onze onderneming. Niet eens een paar jaar. Ja, oké, ik doe al een paar jaar ondernemen, maar het bedrijf waar ik nu in zit, ben ik eigenlijk bijna nu een jaar mee bezig. Ja, precies. Ja, het product dat ik nu heb, is ook nog niet eens een jaar oud. Ja. Weet je, dat is... Maar het is wel leuk om te zien van, oké, het gaat gewoon om het testen, man.
testen, ja, uitproberen. Ja. Weet je wat het is? En je niet gek laten maken door de dingen om je heen. Want ook, ik weet gewoon dat ik helemaal aan het begin, toen ik begon, wou ik echt heel graag 10.000 euro per maand omzet draaien. En dat was echt een soort van droom van, wauw, als die shit lukt, weet je wel, dan ben ik wel echt bezig. En nu baal ik als ik dat heb. Of baal, ja, dan is het geen goede maand. Zo van, ja, fuck. Geen goede maand geweest. Hmm. Dus dat is ook wel interessant van, blijf goed kijken naar het verleden. En hemel ook niet te veel de dingen op. Ik heb bijvoorbeeld straks heb ik een ton gedaan in mijn eerste jaar qua omzet. Maar je laat je snel gek maken en dan denk je weer van, ja, die ton, fuck die ton, weet je wel. Wat is dat nou weer? Ik moet naar die miljoen of naar 2, 3, 4. Dat merk ik bij mezelf heel erg, man. Maar je switcht nu naar, moet ik ergens in meegaan naar, ik wil een bepaald doel hebben, 10.000 euro per maand. Hoe bedoel je? Nou, meer van, hij wil altijd het switchen tussen. Ja, zo, nee, ja, sorry. Ik was even, ik heb ook een bakje op. Nee, ja, hoe kom je daarvan af? Nou ja, ik denk dat het eigenlijk heel eenvoudig is, bro. Als je jezelf die vraag stelt, geef dan een eerlijk antwoord. Hoe kom je daarvan af? Want je weet het. In je vraag geef je aan dat je weet dat je het doet. Oké, lees de vraag op, hè. Waaraan... Hoe kom je af van het shiny object syndrome? Oftewel, switchen naar iets beters. Het antwoord is door eerlijk te zijn tegen jezelf. Maar wat in die tekst merk je dat op? Iets beters. Ja. Wat is beter? Dat is de vraag. Wat is beter? Want echt serieus. Want je weet niet wat beter is. Kijk, het gevaar is dat heel vaak wat bestaat is dat je bent bezig met dropshipping of een brand bouwen. En dan komt er een vriend naar je toe of je ziet een advertentie van iemand die, nou, wat zie je tegenwoordig ook langskomen, affiliate marketing. En je ziet, je denkt, vet dikke man, joh. Die doet gewoon 2 ton per maand. En die houdt volgens mij 50% over. Die verdient 100.000 euro per maand. What the fuck? Ja, ik haal nauwelijks 1000 euro winst per maand. Ja, ik ga ook affiliate marketing doen. Hup, gaan. Maar de vraag die ik dan terug wil stellen is, kan je met branding 1 ton per maand verdienen? Kan dat? Een vraag aan mij. Met een eigen merk? Vraag, ja. Ja, toch? Mm-hmm. Precies. Ja. Si. Wat moet je daarvoor doen? Werken, consistent zijn. Keihard werken en consistent zijn. Ja. Exact. En dat geldt voor al die businessmodellen. Dus wat je moet doen is jezelf heel erg scherp daarop houden, man. En dit is niet, ik zeg niet dat dit gaat niet weg. Het gevoel blijft bestaan. Wij zien ook elke dag kansen. Ja. En dat is misschien nog wat erger, man. Van dat, daar, die fase, daar zit ik nu echt in. Van, je zit overal kansen. Ik denk de hele tijd van, zou ik hierop inspelen? Ik kan naar links gaan, naar rechts gaan. Maar dan zeg je bij jezelf, nee, ik ben nu, ik moet gewoon mijn pad blijven bewandelen. Gaat recht door het midden. Ja. En je bent hard aan het werk. Je zit fucking veel tijd eraan. Niks lukt, maar je bent wel consistent. Ja. En dan moet je gewoon hopen op het beste, man. En het hele idee niks lukt is ook niet waar, hè? Want je kan 2 jaar lang aan een start-up werken. En het kan uiteindelijk niet het doel van bijvoorbeeld het verkopen of een bepaalde omzet behalen niet halen. Ja, en dat lukt niet, hè? Dat is dat hetgeen wat gedeelte niet lukt niet. Maar nee, vergeet niet wat de fuck je allemaal geleerd hebt, welk netwerk je opgebouwd hebt, de inzichten die je hebt gekregen die bijvoorbeeld misschien jouw volgende bedrijf of het bedrijf daarna dat je gaat starten uiteindelijk naar de top stuwen, snap je? Dus ja. En dat is toch het verschil. Dat is heel belangrijk. Beter bestaat niet. En dat is van, ik kan nu aan een product werken en omdat het product gewoon net de verkeerde timing is. Het product staat net niet aan bij de mensen. Dan heb jij een hard-ass time om dat product een succes te maken. Ja, die market fit komt precies niet. Dat komt gewoon net niet. Maar je bent er wel een paar jaar mee bezig en je probeert alles. Dus je doet advertenties, Facebook, Google. Je website bouw je op, doet SEO. Doet op social media, ga je groeien. Zeg maar, je gebruikt alles, je probeert alles. Je bent echt aan het groeien. Dan heb jij die ervaring. En als je dus weer een nieuw product start, hey, dan weet je dat allemaal al. En dan kan het in één keer wel aanslaan. En dan heb je die ervaring om er gewoon... En het allerbelangrijkste daarbij is dus ook, en dat is het stukje dat je terugpakt, ik denk dat je succesvol bent en dat het leuk is om te doen op het moment dat jij kunt zeggen, we hebben niet gehaald wat we willen hebben halen, maar ik heb een goede tijd gehad, man. Ik vond het leuk om te doen. En dat is dat stukje waarvan ik zeg van, hey, let daarop bij van, als jij een business instapt waar je passie voor hebt en waar je van houdt, bijvoorbeeld kleding maken, en je zegt van, ik vind dat fucking vet en dat kledingstuk dat ik gemaakt heb, al verkoopt het aan niemand. Ik vind het gewoon vet dat ik dat gemaakt heb. Dan kan het helemaal mislukken, maar dan kun je wel zeggen van, hey, ik heb wel echt veel lol gehad erin. En niet 100% van de tijd, maar wel 85 tot 90% van de tijd. Vond ik het gewoon tof om te doen. Veel kunnen leren. Dus als je heel erg alleen maar gaat op geld, dan denk je alleen maar van, joh, ja, dit heeft me geen geld bedacht, dus fuck deze shit, ik ga naar het volgende. Ja. Snap je? Dus daarom denk ik dat het ook wel belangrijk is om iets te kiezen waar je passie voor hebt. Want ook als je dan uiteindelijk geen succes wordt,
is het voor jou qua geluk en plezier dus je gaat het wel een succes geweest. Maar ik snap heel goed wat je bedoelt. Alleen ik vind dat wel een moeilijke mindset om te hebben voor mensen die, en dat heb ik vorige week ook gezegd, bijvoorbeeld als je bent nog jong, je wilt jezelf bewijzen, je bent gewoon gedreven. En dan is het moeilijk om, het is beter natuurlijk wat ik nu heb. Hè. Ik doe iets wat ik leuk vind, ja. Dus ik kan erin doorgaan. Ja. Ik kan er helemaal gek in worden. En dat vind ik helemaal prima. Ja. En dat is beter dan dat ik dit doe, dan dat ik iets doe wat ik niet leuk vind en misschien iets meer geld pak. Mm-hmm. Maar toch is het uiteindelijk faya als je daar geen geld mee behaalt. Ik zeg niet dat je er niet over mag balen, maar het is meer, kijk, hoe kut is het als jij... Maar oké, eerlijke vraag. Als jij mag kiezen nu, hè? Je kiest een product die je leuk vindt en je mag 1.000 euro omzet per maand halen. Ja. Of je kiest een product die je niet leuk vindt en dan pak je 10.000. Ik durf trouwens te zeggen, ik durf gewoon te claimen dat ja, als ik een product heb dat ik leuk vind, ga ik meer dan 1.000 euro per maand omzetten. Maar, ja, precies. Maar of een product dat ik niet leuk vind en dan? 10.000. Maar hoeveel winst hou ik over? Ja, oké, okay. Dat is lastig. Oké, okay. Laten we zeggen 20%. Ja, dus dat is 2.000 euro. 2.000 tegen 200. Huh? 2.000 tegen 200. Ja, ja, 200, man. Sowieso? 2.000 is niet genoeg om iets te doen wat je kut vindt, man. Dan kan je net zo goed een 9-5 nemen. 2.000 euro is niet life-changing amount of money, man. En ik zeg altijd eerlijk, ik zet mijn normen en waarden enkel opzij voor life-changing amounts of money. In ieder geval, dat is hoe ik er een beetje naar kijk. Ja, dus dan leef je liever nu die 1800 euro in om gewoon te gaan voor wat je leuk vindt. En je weet toch al die van binnen dat je uiteindelijk toch wel daar wat beter van gaat maken dan dat je iets doet wat je niet leuk vindt. Juist. 2000 en dan kan je vergelijken met iemand die een normaal baantje heeft. Juist. Dus en er zijn natuurlijk heel veel nuances aan. Hè. Kijk, dat is allemaal niet zo heel makkelijk. Als die potentie van een product die je niet leuk vindt alsnog miljoenen kan maken, dan kan dat idee ook... Het leuker maken. Ja. Maar wat ik gewoon, het is gewoon heel simpel van wat ik denk. En dat zie je ook bij die high-level CEO's. Je hebt heel veel mensen die elke dag met tegenzin naar hun werk gaan. Of naar hun onderneming. Echt kut, maar verdient goed. En ze hebben een dikke wagen van de zaak. En toch zie je heel vaak dat die mensen uiteindelijk, na 10, 20, 30 jaar... gas terugnemen en toch meer gaan doen van wat ze leuk vinden. Ja. Snap je? En daarin zie je gewoon heel duidelijk van... Doen wat je niet leuk vindt omdat geld gewoon veel minder satisfying is dan doen wat je echt leuk vindt voor wat minder geld. Daar geloof ik echt wel in. En tegelijk wil ik tering rijk worden. Dus daar moet je die balans in vinden. En dat is moeilijk. En dan krijg je dat shiny object syndroom en daar loop je keer op keer tegenaan. Wat kan je daaraan doen? Eerlijk zeggen, blijven tegen jezelf. Journalen. Ik heb daar ook een story over gedeeld. Journaling werkt daar heel goed bij, want dan zet je die gedachten even op papier. Dus dan creëer je als het ware afstand tussen jou en je gedachten. Mm-hmm. Kun je ze lezen en dan kun je tegen jezelf zeggen, sukkel. Of in ieder geval meer van, oké, ik zie nu weer van, oké, ik ben die dingen aan het denken. Ik neem er weer afstand van. Nou, leuk. Ja, man. Vanochtend ben ik begonnen met een dat journaling. Dat komt net niet lekker in mijn ritme. Mij ook niet, totaal niet. Dus wat ik nu heb gedaan is, als ik naar werk rijd, naar ons kantoor... Doe ik gewoon mijn mobiel aan, cameraatje aan. Audio met camera, man. En film mezelf. Ja, ga gewoon kletsen. Dat is ook een journal, man. Ja, man. Ja, dat is ook gewoon goed, toch? Ik ben wel heel benieuwd wat ik daarmee ga doen. Ik weet het nog niet. Nee, misschien maar gaat dat is goed, bewaren, toch? Maar... Sterker nog, maar het hoeft ook niet letterlijk. Je kan het allemaal nemen en daarna in de prullenbak gooien, als het ware. Want voor mij bijvoorbeeld met dat journaling. Is waar. Dat met is journaling waar. Merk ik van. Het is niet per se het feit dat ik het daarna teruglees. Het is meer van dat ik op dat moment het eruit kan gooien gewoon. Nee, maar je denkt ook verder in je gedachtenpatroon. Want soms zit je in gedachten en zit je helemaal vast. Terwijl als je het uitschrijft, dan schrijf je verder. In plaats van dat je een cirkeltje maakt in de woorden die je neerzet. Ja. Of je merkt het. Oké, ik schrijf nu hetzelfde op als gisteren. Hetzelfde als eergisteren. Ja. Oké, volgens mij is dit niet goed. Ja, ja man. Dus dat is wel echt... Wat is de volgende vraag? Belangrijk. We hebben nog geen vraag, maar ik lig echt helemaal blauw van het lachen. Dat is... Waarom? Dat is omdat we dat vroegen. Het antwoord op wat wil je weten van ons? Het ligt blauw van het lachen. Nou ja, het is goed om te horen. Toch? Bro, ik weet niet waarom, maar hey. Video's. Shout-out naar Matthijs. Met je Matthijsje, dat is ook langs geweest. Dit vind ik nog wel een leuke vraag van Jisk. Jisk is hier een paar weken geleden geweest samen met Daan. Ja. Moeilijke vraag, maar doelen op termijn van 1 maand, 3 maanden, 1 jaar en 5 jaar. Ja. Nou, ik weet niet eens wat ik morgen ga doen.
Oké, ik ga het kort proberen samen te vatten voor mezelf. Ik heb het niet helemaal zo, maar... doel op termijn van 1 maand. Ik wil eigenlijk in de maand april 30.000 euro omzetten. Ja. Met mijn bedrijf. Dat moest eigenlijk in januari al gebeuren, is niet gelukt. Dus dat blijft doorgaan. Doelen op termijn van 3 maanden is een loon dat minimaal het minimumloon is verdienen. Is iets langer dan 3 maanden. Maar dus dat is minimumloon verdienen met mijn eigen bedrijf, zodat ik ervan kan leven. Mm. Zodat als ik klaar ben met studie, dat ik daarmee door kan gaan. Doel op termijn van 1 jaar. Ik wil eigenlijk dit jaar wil ik 1 miljoen euro omzetten. Dus dat is een doel dat ik heb. Dus daar moet ik nog wel even goed aan gaan trekken. En doel op termijn van 5 jaar is, denk ik toch wel zo financieel het goed gedaan hebben. Dat ik een kapitaal opgebouwd heb. Zodat je op Curaçao kan zitten. Nee, van 1 miljoen of van genoeg geld. Zodat ik daarna anderen kan investeren in hun ideeën. Alleen maar kan werken. Eigenlijk dat ik kan werken aan dingen puur en alleen omdat ik het leuk vind. En dat kan ik nu ook wel doen. Maar ja, ik ben toch best wel geldgericht. En ik wil toch een mooi leven leiden. En Mark zou waarschijnlijk niet blij zijn met het antwoord. Of niet blij, maar zeg maar de oprechte vraag stellen. Van ja, kan je niet nu al beginnen met gewoon de dingen doen waar je echt gelukkig van wordt. Maar mijn doel is eigenlijk om veel geld te verdienen. En daar toch wel iets meer voor te strijden. Om daarna echt van die vrijheid te kunnen genieten. Omdat ik ook nog jong ben, toch. Als ik 30 ben, dan ik kan nu nog meer dan 6 jaar strijden. En dan ben ik pas 30. Ja, maar dat is ook een verschil, man. Dat is, en daar geloof ik wel in. En dat vind ik best wel moeilijk. En dat is een verschil tussen een 20er en een 30er. Mm-hmm. Een 30er, dan krijg je een andere omgeving. Dus je hebt een vrouwtje, je krijgt kinderen, je hebt je huisje. Snap je? Dat is je leven dan. Dat is je verantwoordelijkheid. En als je 20er bent, fuck die shit. Wil je kids? Tuurlijk. 8. Hoeveel kinderen wil je? Nee, niet 8. Ik wil veel kinderen, man. Ja? Ja, man. Hoeveel? Kijk, 1 is sowieso te weinig. 2 ja, kan. Eens. Top. 3 vind ik oneven, dus dan moet het 4 worden. Maar 5 vind ik ook prima. 4, 5. Jij? Ja, man. Shit, nee, ik niet, man. 2. Dat is mijn future kids dit kijken. Jullie zijn met z'n drieën. Eentje gaat van trap geduwd worden. Nee, maar... Het derde was een ongelukje. Sowieso. Ja, man. Nee, kijk. Allereerst, elk kind dat je krijgt is een zegen. Dus je weet toch, kinderen nemen, dat zit er niet in. Kinderen krijg je. Maar dat ook. Tegenwoordig merk je steeds vaker dat mensen gewoon onvruchtbaar zijn. Ja, man. Zou je dat kut vinden? Sowieso. Ja. Ik denk dat ik er wel mee zou kunnen dealen, man. Je zou mee kunnen dealen, maar het is alsnog kut. Ja. Toch? Je eigen kids. Ja. Snap, een kleine Jaro die rondloopt. Ik weet niet of mensen dat willen, hoor. Jij wilt dat wel. Nou, ik ben soms wel ziek van mezelf, hoor. Maar dan moet je pa, dan sluit je gewoon op in je kamer. True. Naar boven, Jaro. Op bokken, nou. Klasje op het achterhoofd. Platte haan. Platte jaan, op de kappie. Nou, als ik kijk naar, doelen op termijn, hè. Ja. Ik heb verschillende doelen, man. Maar ik vind het lastig. Ik heb dus laatste half jaar heb ik het heel erg losgelaten. Express, omdat niks volgens plan gaat. Dus, maar wat ik dus... dus dat is fucking lastig. Klinkt ook echt kut. Nee, het is gewoon zo. Ja, in principe gaat niks volgens plan. Niks gaat volgens plan, bro. Nee, dat is niks. Bij mij eigenlijk ook wel. Niks. Überhaupt gewoon... in life niet, man. Nee. Je leven heeft scheid in je plan. Je denkt, mijn leven gaat zo in een stijgende lijn. Lineair, of lineair. Het is lineair, ja, precies. Maar nee, het gaat voor, als het goed is, exponentieel. Dus nu gaat alles kut. En dan straks gaat alles lekker. Ja, dat is prima, man. En dan gaat het ook nog zo, hè? En dan gaat het ook met diep. Net als bijvoorbeeld aandelen. Aandelen over tijd gaat het allemaal omhoog. Als je kijkt per dag of per week, heeft het pieken en dalen. Yeah. Of per maand. Ja, ziek is dat. Oké, doel op termijn, op voor 1 maand, aankomende maand, zou ik zeggen, dan wil ik me... Eerst klanten binnenhalen met de nieuwe cursus. Ja. 3 maanden, dan zitten we tegen de zomer aan. Hoop ik gewoon dat het stabiel is. Ja. Dus dat we kunnen zeggen van oké, na de zomer kunnen we mee schalen. Ja. En 1 jaar, dan ben ik... Oké, dan is mijn doel sowieso. Dan ben ik uit huis. Dat is voor mij belangrijk. Dat is misschien heel klein. Hoezo? Maar dat is wel voor mij heel erg belangrijk. Dat is gevaarlijk, man. Dat moet je niet met je eigen doelen doen, man. Eigen doelen zijn nooit klein. Nee. Voor mij is het groot. Ja.
Hoeveel andere mensen kunnen zeggen van ja uit huis. Dat kan, kijk, dat kan je morgen ook doen. Dat kunnen letterlijk mensen zeggen voor 100 miljoen. Nee, maar dat is even dus om het in perceptie te zetten. Daarom legt het eruit. Voor andere mensen kan het klein zijn. Een voor mij een gevaarlijke gedachte. Nee, maar kijk. Voor mij is het, bro, je weet hoe ik ben. Ja, dat weet ik ook. Maar ook maar anderen. Dus dat wil je niet projecteren op anderen. Van, wat mensen, bro, al is jouw doel om een zakje Haribo snoepjes te halen, bro. Als dat jouw doel is... Het is een goed doel, man. Mensen kunnen niet tegen jou zeggen, hey, gaar doel. Ja, precies. Je hebt een doel en mensen die dat zeggen, die zeggen van, eten is een gaar doel. Want trouwens, nooit heeft iemand dat tegen mij gezegd. Nee. Ik ben ook best wel stil over mijn doelen, man. Eigenlijk over het algemeen. Ja, ik deel het met mensen in de podcast wel, omdat ik merk dat het gewoon allemaal like-minded people. Maar als ik op een feestje sta en mensen zijn vragen ook, wat doe je? Nee. Meestal mensen met 9 tot 5. Met wat ga ik hun helemaal gesprek hebben over ondernemen? Het gaat niet echt landen, snap je? Wil je iets leuks te horen? Ben je al rijk? Als mensen dat vragen... Van, wat doe je? Zeg ik gewoon, ik ben studiecoach. Kijk de podcast. Nee, maar serieus. Ik zeg gewoon, ik ben gewoon coach, trainer voor studenten. Ja. Ik zeg niet eens dat ik ondernemer ben. En weet je wat het is? Mensen die het interessant vinden, gaan doorvragen. Ja. En die komen dan wel erachter dat je ondernemer bent, dat je zelf hard werkt en zo. Vind ik helemaal prima. Maar sommige mensen die vragen gewoon om het te vragen. En als je dan zegt van, ik heb mijn eigen bedrijf. Dan denken ze ook in één keer, oké. Je probeert je hier te laten inzetten. Dat is ook gevaarlijk, hè? Want je verevent jezelf op een bepaalde manier tot een hoger niveau. Daar had Mark het ook over. Dat het creëert wel een bepaald aanzien als je zegt van ik onderneem. Op een bepaalde manier. Mensen denken daarvan ik vind dat het een beetje overhyped is. Want je kan ook ondernemen en echt letterlijk check shit doen. Hmm. Maar je kan mensen ook ermee afschrikken. Die denken van ik heb gewoon een 9 tot 5. What the fuck? Wat heb ik eigenlijk aan deze guy te vertellen? Hmm. Dus inderdaad, het is slim om gewoon te zeggen van ik doe dingen. Ja, ik doe dit. Ik doe holbaanse shit. Gisteren ook op Clubhouse gezet, weet je wel. Van, ik ben studiecoach, trainer. We spreken tijdens de Dotgenoot podcast. Ja. Podcasten is niet echt een woord. Dus heb je hem geplukt? Check allemaal de Dotgenoot podcast. Nee. Ik heb wel, de Dotgenoot podcast heb ik wel erbij gezet, 2 keer. Bam, bam. Ja. Van Insta en van... ook van, zeg maar, gewoon eronder gezet. Maar je doel over een jaar is uit huis? Sowieso uit huis. Ja. En ik heb wel een doel en dat was... En een bad bitch. Okay. Bad bitches. Precies, dus besides de entrepreneurship wil ik ook gewoon dan wel echt een leuke chick hebben gevonden. Oh ja, maar dan heb ik ook wel over 5 jaar... Nee, een jaar heb ik het nu, hè. Okay. Van, dan ga ik echt die richting op. Als ik het persoonlijk trek, heb ik inderdaad ook nog wel meer. Single en corona. Dat is een single goede and ready to mingle. Maar een goede combinatie. Woe. Corona en single zijn. Ja, dat is top. Dus, maar dus over 1 jaar. Chickie en uit huis. 2 jaar, doe ik even ertussen. Dat is ongeveer 1,5 jaar. Huh? Dat is gewoon een vast doel. Die heb ik 5 jaar geleden gesteld. Is 250.000 omzet in totaal. Ja. En weet je, ook al gaat het nu zo sloom, ik merk wel, als het product gewoon goed is, dan is dat zo te doen. Dat is echt makkelijk te doen. 5 jaar is, hoe oud ben ik dan? Dan ben ik 28, 29, oké, dan mag die millie wel binnen zijn. Moet. Dan mag die millie binnen zijn en voor de rest, weet je wat het is, ook al heb ik 0 euro op de bank, ik ben alsnog gelukkig mens, want ik heb dan een chickie. Ik kan misschien ook wel trouwen dan tegen die tijd, man. Jij wilt trouwen, echt, hè? Jij niet? Nee, man. Voor die vissa, bro. Dat is toch gek? Ja. Hard, man. Als je veel doekoe hebt, iedereen vliegen naar een gek land. Daar tapen, chaos. Ja, dat was dus... enige enige vereiste is, als ik ga trouwen... Is de mooiste dag ooit van de leven. Als ik ga trouwen... Maar dan moet ik wel het geld hebben om er echt een feest van te maken. Ja, dat ook. En dan maak ik er een fucking groot feest van, man. Daar ben ik het ook wel mee eens. Maar ik wil het geld er wel voor hebben, man. Ik denk dat ik ga trouwen, maar niet... Ja, het is gewoon hard, man. Gewoon die liefde voor eeuwig. Ja. Ik vind dat wel sick. Maar ik hoef niet te trouwen als ik, zeg maar, bij gemeentehuis, omdat je dan getrouwd bent in principe. Nee, gemeentehuis shit of zo. Nee, man. Nee. Maar heel veel mensen denken zo. Als ze 20 zijn, ik wil heel goed feest. En dan zijn ze 30 nog niet getrouwd. Oké. Dan gaan we bij de gemeente maar zorgen dat we wel getrouwd zijn. Ja, misschien denken wij dat ook wel tegen die tijd. Daarom. Maar dan zou ik dat dus echt niet doen. Dat weet je niet. Dat ga ik niet doen. Ik trouw... Never ik trouw never. Gewoon om het... Ik trouw om het trouwen, om het feest en omdat het zo leuk is. Ja, maar heb jij niet ook op de middelbare school gezegd dat je nooit ging roken?
Maar luister, dit is gewoon iets. Mijn ex heeft er, daarom is het misschien ook mijn ex, heeft er echt lang over gepraat. Ik zou dit echt niet doen, man. Wat? Ik vind trouwen gewoon in principe gewoon omdat je dan een ring om je vinger moet. Ik ben ook niet gelovig, dus. Het is trouwens ook wel zo ziek. Daarvoor zou het trouwen ook niet hoeven. Nee. Wat ook wat dik is trouwens, hé, dat ik zat te kijken. Mensen leren ons ook gewoon best wel veel kennen, onze podcast via Spotify, man. Via Spotify charts en zo. Ja, kijk, check dat, check. Ja, ja, vijf in totaal. Vijf. Vijf mensen, ja. Best ziek. Hoeveel mensen hebben gereageerd in totaal? Want stories worden op... Vijf. Nee. Stories worden echt in de laatste weken, de laatste maanden steeds minder bekeken. Bij ons of überhaupt? Gewoon algo. Algo. We hebben, zo moet ik gaan rekenen, tering. 100 views tegenwoordig. Aantal views weet ik niet of ik dat kan zien, man. Dus eerst zaten we op 300 views. 118 views. Nu zitten we dus op 100 views gemiddeld. Oh nee, 120 weergaven en 31 mensen hebben op Instagram gestemd. Dan hebben er 7 TikTok, 5 YouTube en 4 Spotify. Dus zeg 40, 42, 47 en dan hebben we nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus 55 reacties. Okay, van de 118 is veel. Oh, wow, engage mensen. Engagement, brands, hit dus op, man. Onze engagement is hoog, pa. Ja, nu gaat de podcast aan. Dit is het moment dat je weet... Dit is zo de hoop af. Dat het de andere kant op gaat. Ik weet de laatste 5 minuten al een beetje. Ja, nog eentje inschenken. Oké, waar vind je naar smaken, bro? Geluk. Blijdschap. Flikker op. Vriendschap. Oh nee, dat waren die Chivas. Chivas, Rio. Oh nee, we hebben hoog engagement, bro. Als iemand dan merkt wil dat we ze noemen, moeten ze payen, vriend. Wat dan? We hebben engagement, bro. Wij zijn influencers nu. Zijn we influencers? Ja, bro. What the? Wij influencen de shit out of, joh. Weet je wat ik me ook afvraag? Ga je echt... Nu voel je wel een beetje influencer. Nee, man. Nee, joh, ben je gek. Ik influence mezelf nauwelijks. Man. Er zijn dagen dat ik opsta dat ik denk, wie heeft deze keuze eigenlijk gemaakt? Kijk, net monkey. Nee, man, dat... Kom maar. Nou ja, kijk, influencers bestaan wel. En kijk, Nee. Wist je dat influencers echt een ding zijn? Nee, kijk, influencers... Nee, maar kijk. Oh, wow. Kijk, op klein niveau hebben wij wel invloed. Snap je? Ik denk dat we meer invloed hebben dan sommige influencers, ja. Maar dat is een ander soort invloed, man. Ja, ja, en ik, bro, het is niet dat ik belerend ben, het idee dat ik mensen iets moet verkopen, of dat ik vind dat mensen naar mij moeten kijken van, wow, zieke guy. Zeker nog, ik zou me tanto ongemakkelijk voelen als mensen naar me toe zouden komen met een soort van beeld dat ik hoog sta dan zij, want ik ben onzeker over mezelf. Dus hoe ga jij naar mij opkijken als ik niet eens naar mij opkijk? Maar kijk, dat is misschien nog wel een punt dat we hier ook de laatste 50 afleveringen maken. Proost, slokje. Proost ook, voor jullie. Hey, iemand heeft mij beloofd dat hij ook een drankje erbij ging pakken. Dus ik ben even je naam kwijt. Maar als jij nu geen drankje hebt... Spijtig dat je ze nou niet weet. Ik kan het wel opzoeken. Titus volgens mij. Nog iets. Misschien zeg ik nu het helemaal verkeerd. Titus. Titway. 1. Hij zei... Twee. Of was hij dat niet? Ja, kijk. Titway 1 heeft gereageerd. 50e aflevering weer wat drinken, denk. Denk. Dus daarop zei ik van... Denk het ook. Dus ik zei, van bij de 50ste aflevering moet iedereen thuis ook een lekker drankje erbij pakken. Dan proosten we erop. En toen zei hij, dat klinkt goed. Dus, dit 2-1, als jij dit kijkt, verwacht ik wel dat jij ook een lekkere alcoholische versnapering bij hebt. Tenzij je onder de 18 bent. Want ik heb gezien wat er gebeurt als je mensen onder de 18 tot dingen dwingt. I don't try to be like that. Laat me dat wel zeggen. Ja. Als je onder de 18 bent, drink Fristie. Ja. Maar eerlijk, wat jij... ik heb wel erg dat op een moment dat je beslist van... Oké, moet ik alleen maar intelligentie overdragen en mensen echt beïnvloeden? Of laat ik gewoon zien waar ik nu mee bezig ben, geef daar een paar tips bij en hopelijk help ik daar mensen bij. En welke keuze heb je daarin gemaakt? De tweede, man. Ik merk dat ook. En dat merk ik misschien bij mijn neurostudent merk ik heel erg. En dat is dus iets waar ik best wel veel mee worstel. Van, en ik weet het antwoord ook wel diep van binnen your wel. Heart of hearts. Yeah. En dat is van, oké.
No Student, het gaat heel erg over hoe je studenten moet leren leren. Mm-hmm. Maar in het Lijkt leren zelf... Dat is een goede term, hè? Leren leren. Ja, ja. Bedacht? Nou, dat heb ik bedacht. Maar leerstrategieën zelf en het leren zelf is me nooit makkelijk helemaal afgegaan. Is nooit automatisch. Nee. Dus daar weet ik wel veel over. En ik kan er tips over geven. Ik kan mensen meenemen. En ik kan ook advies erover geven. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld plannen. Weet je wel, wat ik ook bij jou heb gedaan. En ook bij andere mensen. Kijk, dat komt mij heel erg natuurlijk. Daar ben ik gewoon... Ja. En als mensen het vragen, dan kan ik ze erin meenemen. Mensen begrijpen daarna. Dan kan ik ze echt wat meegeven. Maar je hebt het mij niet... Maar je hebt het mij niet actief geleerd. Nee, over de tijd. Bij mij was het meer een soort van... Jij doet het. Ik heb het en ik ging gewoon kijken van... Oké, ja, laat mij iets proberen van wat hij doet. En langzaam ging ik zeg maar steeds meer dat... Maar je deed toen alles zeg maar op een bord. Nou, begon... Toen zei ik wel, fuck out, dan moet je niet allemaal op bord doen. Jij zei tegen mij van... het begon volgens mij een beetje met van... Nou, neem een agenda. Nee, het begon met straatpraat, bedrijf waar ik ooit mee bezig was. Toen hadden we een gedeelde agenda. Wow, oké. Van oké, laten we iets in de agenda zetten. Toen zag ik steeds meer van, oké, is wel handig. Toen wou ik mijn week in gaan delen. En dat kwam bij jou, omdat je mij naar... hoe heet dat boek ook alweer? Ik ben even aan het scannen voor dit boek, man. Jouw gebruik zo ver kijken. Ik kan hem niet vinden. Oh, Getting Things Done van David Allen. Ja. Daar had hij me op een gegeven moment naartoe gewezen. Dat ben ik gaan lezen. En dat was het van die eerste stap naar van oké, ik ga het op een bord plaatsen en shit. Ja. Met een in- en out tray. Dat is wel echt. Well, hoe in- en out tray deze dagen? Jij ook niet. Het staat al mee in de kast. Ja. Maar die hebben we geïntegreerd. Dus het was bij jou heel erg inderdaad van lead by example. Leid door wat jij doet langzaam te laten zien. Jij zei al vanaf het begin van ben je echt het pleuris mogol? Gebruik gewoon een fucking Google agenda. Makkelijk online, je kan het delen en het is veel beter. Ja. Nee, ik wil het op papier. Ja. En uiteindelijk heb ik gezien dat het handiger is online en nu doe ik het online. Dat is wel echt best wel, er zijn best wel interessante lessen te vinden in die groei. Ook van in hoe hoeveel je struggles en hoeveel... Nee, maar ook in hoe je coacht. Hoe ik coach? Ja, want jij hebt 1000 keer tegen mij gezegd, doe online, doe online, doe online. En elke keer zei ik, fuck you. Tot ik het inzie. Je moet echt mensen het shit in laten zien. En dat kan soms niet eens actief, man. Dat is een soort van tijd. Timing. Het moet klaar. Iemand moet er klaar voor zijn. En dan weet je dat je net dat duwtje kan geven en dan... Ja, en of wat je altijd hoort, hè. Als je kinderen iets wilt leren, moet je het niet tegen ze zeggen. Maar je moet het laten zien. Ja. En dat is niet alleen bij kinderen, dat is ook bij ouderen. Nee, maar dat is toch ook zo. Kijk, en dat is zonder enige shots naar mijn of jouw ouders. Roken. Is uiteindelijk voor mij toch best normaal. Ik dacht dat iets positiefs kwam. Nee. Maar dat is wel hoe het is. Kijk, ik wil nooit dat mijn kinderen zien dat ik rook. Waarschijnlijk rook ik tegen die tijd niet eens meer. Nu rook ik ook maar sporadisch. Maar door het feit dat ik mijn vader altijd heb zien roken... weet ik zeker dat het wel het normaler heeft gemaakt in mijn leven. Vader rookt, moeder niet. Dus je bent 1-2... Tenminste, moeder vroeger wel. Ja, nu niet meer. Vroeger gek gepakt. Dus je bent 1-2 roker, om even zo te zeggen. Ja, mijn vader rookt nu ook niet meer. Maar nee. Die heeft wel heel mijn jeugd gerookt. En ik heb ook tegen hem gezegd... Pap, je moet stoppen, zak, ga je dood, kanker. Ja, precies. En dat heeft hij toen gedaan, maar het heeft waarschijnlijk wel iets gecreëerd. Bij mijn ouders, mijn vader rookt, mijn moeder niet. Ook. Dus ik ben zeg maar ook 1-2 roker. Ja. Ik denk wel als jij dus... Dat is net als met genen, toch? Van oké, als je allebei je ouders roken, wordt het voor jou ook standaard van oké, om te gaan roken, kans is 80%. Ja. Weet je wel? Ja. Als je allebei je ouders niet roken, is die kans 20% dat je gaat roken. Want het zit er niet in. Je hebt het vroeger nooit gezien. Misschien op feestjes. Maar ik was altijd wel zo van als er werd gerookt en ik was niet thuis. Want thuis was het zeg maar verboden. Ja, tuurlijk. Dan ga je wel eventjes... Oké, laten we een peukje doen. Ja. Wow, ik word helemaal dizzy, man. What the fuck gebeurt hier? Ja. Ik heb een drankje op. Oh, fuck. Ja, maar het is normaal, want de man waar je in principe het meest naar opkijkt... tot je een jaar of 12 bent of ouder... Doet het ook. Snap je? Dus dat is influencing. Terugkomen op influencers, snap je? Dat is een bepaalde invloed. En ik neem het niet kwalijk. Sterker nog, het is heel logisch... Maar ja, dat is wel... We zijn ook de generatie waar het ook gewoon nog kan, hè? Ja, bro. Wij zijn de generatie die het echt beter moet doen. Ja, wij moeten man. Het echt beter doen. Als wij nog bij onze kinderen roken, dan denk ik wel van oké. Okay, Ja. En het is heel moeilijk, want ik heb bijvoorbeeld ook een andere vriend... waar zijn vader altijd bij feestjes een jointje rookte. Al sinds wij vet klein waren. Ja. En dat vonden wij altijd wel spannend. Wat gek van, wow, zijn vader rookt gewoon jonko buiten met zijn matties als wij... Toen heb ik uiteindelijk met hun ook buiten jonko staan klappen... toen ik ouder was, weet je wel. Maar dat was nooit echt...
zo van, ja, hij is ook meer opgegroeid dan het normaal is. En die zoon heeft op een gegeven moment ook wel veel, veel gebloot. Dus aan de ene kant denk ik van, ja, aan de andere kant wil je als ouder laten zien een soort van gezonde relatie ermee. Van, hey, als er een keer een festiviteit is, kan je echt wel een keer drinken, een blootje roken. Ja. Maar kinderen zijn ongefilterd. Dus nooit het is nooit gegarandeerd, man. Je kan, zeg maar, als wij een stelletje zouden zijn en we zouden nooit drinken, nooit roken, nooit niets doen. Als wij een stelletje zouden zijn? Precies. En je zou een kind hebben, kan het kind ook gewoon zwaar aan de drugs zitten. Koen, welke studie had jij nou ook alweer gehad? Luister, jij bent een vrouwtje. Jij bent een vrouwtje. Twee mannen man. Samen kunnen geen kindjes maken. Wie zegt dat jij een man bent? Ik identificeer als een man. Oh. Ben je me nou aan het dead nemen? Hoe heb je respect, ja? Hoe noem je jezelf? Een shay? Ik noem me shay? Ja, dit gesprek gaat nergens over. Het begint ook echt langzaam, echt zwaar te kelderen in de volgende gesprek. Maar het maakt niet uit. Hoezo zeg je dat nou? Dat valt er eens mee. Het begint te pieken, man. Nu gaan we echt tot de diepe dingen. Die in je oor. Heerlijk, man. Nee, ja, ik zit eigenlijk wel, ook wel, ik ben bijvoorbeeld een heel groot fan van, ik ga gewoon een heel ander onderwerp aansnijden. Waarom? Ik was net helemaal aan het praten vertel. Over mannen. Ja, hoezo heb je me al afgeleid? Je hebt me afgeleid. Dat is een soort van tactiek. Je moet lamme mensen gewoon afleiden en dan kun je gewoon je eigen onderwerp erin gooien. Dan gaan ze er gewoon niet mee. Dat is ja. Top. Ik zou het zo onthouden, dat doe ik wel bij jou. Werkt bij mij niet, ik praat altijd over mijn eigen onderwerp. Ja. Herken je dat bij jezelf? Tuurlijk. Herken je bij andere technieken die je gebruikt met praten, die je zelf ook toepast? Ben ik heel benieuwd naar. Ik zit nu in een conflict. Waarin ik bijvoorbeeld heel duidelijk merk dat er op een bepaalde manier dingen geframed worden. Waardoor het continu lijkt alsof jij de bad guy bent. Terwijl iemand misschien iets bij jou komt vragen. Ja. Maar als die soms, je hebt mensen die daar goed in zijn, man. Die framen het op een bepaalde manier. En dan denk jij ineens van, ja, het is wel kut als ik hier nee op zeg. Ik denk, wacht eens even. Je komt iets aan mij vragen. Ik heb al het recht om nee te zeggen. Maar nu moet ik me daar een soort van kut om voelen. Ja. Dus dat is wel interessant. En of ik dat merk, dat mensen dat doen. Ja. Maar doe je dat wel, maar doe je bij een andere? Onbewust of bewust? Ja, wat, sowieso, is een tactiek, ja. Wat is een tactiek die ik wil... ja, ik lul veel gewoon. Dus ik ben daar niet heel actief mee bezig met hoe ik dat doe. Nee, maar kijk, om even zo te kijken. Bijvoorbeeld, ik heb heel vroeger spraakproblemen gehad. Waardoor ik niet zoveel praatte. En dus als je iets minder vaak doet, dan word je minder geskild erin. Jij hebt het juist extra veel. Dus jij bent extra geskild erin. Heel simpel, hè? Ja. Het luisteren wordt juist andersom, denk ik. Toch? Nee, maar dat is wel zo. Nee, dat is wel zo. Van, ja, soms heb ik inzichten met luisteren die jij niet hebt. En luisteren jij hebt heel veel... met dingen met praten die ik gewoon niet heb. Ik denk dat luisteren nuttiger is over het algemeen dan praten. Want als je praat, deel je. Ja, en als je deelt, leer je niet. Ja, maar ik vind het dus andersom. Want als je praat, dan zeg je iets wat je hebt geleerd, waardoor je het beter onthoudt. Waar, maar als je dat keer op keer doet, zal er nooit nieuwe informatie inkomen. Snap je? Nee. Uiteindelijk is er geen enkele van de twee beter. Want als je leert als prater om beter te luisteren en als luisteraar beter. Weet je hoe dat komt? Omdat je juist... Je kent je eigen kracht, maar je wilt het andere. Shiny Object Syndrome. Oh, joh, joh. Hey. Shoutout naar de bruggetjes in deze podcast. Oh, joh, joh, joh. Whisky slaat in. Ja, ik ben echt wel vlieger. Besef, ik heb straks nog een call voor mijn scriptie. Heerlijke aflevering, man. Echt. Het is ook wel leuk om een keer... ik ben heel benieuwd. Ja, daar heb jij het ook al een paar keer over gehad. Wij willen eigenlijk op een gegeven moment gaan uitbreiden naar 4 microfoons, op zijn minst. En wat ik wil doen, is gewoon andere ondernemers uitnodigen. Ja, en dan hier met z'n allen aan tafel zitten en gewoon echt stom dronken worden. Maar daar, zeg maar, tijdens dat een podcast opnemen. Dat is grappig. Ja, dus eigenlijk een... Even om het te vergelijken, je hebt de Rookworst podcast. Ja, waarin je alle rappers bij elkaar komen. En wij willen gewoon host worden van allemaal ondernemers die we bij elkaar laten komen. Ja. Lekker met elkaar laten kletsen. En over ook het ondernemen. Soms... Over persoonlijk leven, over mindset, over alles waar je gewoon wat aan hebt. Maar dat als je een ondernemer wilt worden. Dat is het eerste uur, net zoals nu een beetje. En dan op een gegeven moment na een uur heeft iedereen genoeg whisky in zijn systeem dat het helemaal nergens meer over gaat. Precies, dan ga je gewoon wappie. En dan ja, dat is top. Dat is echt wel een top concept. Dat je een soort van begint met... ik had daar ook... Oké, moet ik echt een goed podcast-idee delen? Wow. Wat?
Ja, oké, okay, dit gaat echt toch wel doen. Dat is ik nu nee ga zeggen. Nou, misschien willen wij het uitvoeren, dan moeten we het stilhouden. Nee, oh, nee, fuck die shit. The law of abundancy. een goed podcast idee zou zijn. Ja, man. Het heet Under the Influencer. Waarbij je influencers uitnodigt. En samen met die influencers een bepaalde drugs, bijvoorbeeld alcohol of blowen of nakkie coke of MDMA, ja, gebruikt en dan een interview doet. Ja. En dan under the influencer. Hey, is een leuk concept. Hey, yo, hey, yo. Under the influencer. Spuiten en slikken. Spuiten en slikken. Hit me up, man, voor dit goede idee. Het is eerlijk, zou best een leuk idee zijn, toch? Of niet? Ik ben aan. Ik doe mee. Hij doet mee. Welke aflevering zou je meedoen dan? Welke? Ayahuasca. Nou, dan geen gesprekken. Geen gesprekken. Dat is gewoon... Woehoe. Nee, maar dat is best een leuk idee, toch? Luister, ik... Kijk, jij komt altijd met spontane ideeën. Ik zeg je eerlijk, ik zou het kijken. Ja, toch? Ik ook wel, kijk, man. Ja. Sowieso. Tijdens pauze als ik aan het eten ben. Eén ding, hè, spuiten en slikken is gewoon aan doordat er heel veel drugs worden gebruikt. Of zijn gebruikt of worden gefilmd. Ja, en seks. Seks, drugs. Seks, en drugs. Rock roll, als dat. En rock en roll. Maar geen rock en roll, maar wel seks en drugs. Ja, nee, dat is waar dat op gestald is. Maar tegelijk doen ze het ook wel goed, want ze doen ook wel een soort van sociale impact. Een licht schijnen op bijvoorbeeld slutshaming of weet ik veel. Ja, dus halen mensen binnen op bijvoorbeeld seks en drugs. Maar dan kom je binnen en dan zeggen ze in één keer van, maar kijk uit. Drugs doe je wel met dit en dit. Of ja, dan, ja, precies. Weet je wat is hier... Het is niet achterlijk. Precies, zie je iemand soms gebruiken samen met alcohol en die gaat helemaal bad. Weet je wat, ja? Ik kan ook gebruiken. Ja. Kleine speler. Nee, grapje. Dat is een geintje. Don't do drugs, kids. Nee. Ik zou het echt niet doen. Ja, zouden wij dan ook een slecht voorbeeld zijn omdat we nu alcohol drinken op een podcast? Nou, zouden wij een slecht voorbeeld zijn als we koffie drinken op een podcast? Nee, want dat van de koffie laak je niet onder invloed. Nou, we drinken toch best wel vaak koffie. Dus met koffie mag je invloed. Nog in de auto rijden. Zeker, maar heeft het invloed? Ja, maar water heeft ook invloed. Want als je te weinig water drinkt, word je ook een natte krant. Ja, maar je vroeg aan mij. Van, heeft het invloed? Ja, en je gaf dus geen antwoord. Je zei, drink jij koffie? Ja, koffie heeft ook fucking veel invloed. Ja, maar niet zoals alcohol. Ik kan 10 koppen koffie drinken en dan ben ik druk. Als ik 10 glazen whisky drink, ben ik niet druk. Dan ben ik game over. Ja, maar koffie is dus een softdruk dat geaccepteerd is. Ja, maar niet. Het is niet juridisch hoe noem je dat? Gelabeld als softdruk. Jawel. Softdrugs. Tot 2002. En omdat topsporters te veel koffie dronken. Eigenlijk mochten topsporters dus geen koffie drinken. Je wordt gewoon geschoold nu. Oké, nee, ik vind tot 2002. Het dus tot 2002 stond koffie op de softdrugslijst. Of op de lijst dat topsporters niet mochten nemen. Ja, okay, omdat het hun sporten beïnvloedde. Het stond niet tussen wiet en... Ja, het is een softdruk. Algemeen, zeg maar. Als je kijkt chemisch naar kijkt, is het een softdruk. Ja, maar ik heb het over de juridische labeling. Juridische labeling, ik weet er wel van. Dus dat, nee, dat is niet bij mij te vragen. Maar oké, okay, maar het is interessant. Het heeft invloed op de... Het heeft zeker. Het heeft daadwerkelijk invloed. Ik ben ook wel... En dat is ook wel leuk om nu te zeggen. Van oké, jij hebt me per ongeluk, terwijl het eigenlijk best wel duidelijk was, hebben we daar een zakje... decaf koffie. Decaf koffie neergezet. En ik wist eigenlijk niet dat decaf was. En ik heb het gewoon de laatste dagen gedronken. Ik merkte wel dat ik gisteren, of eergisteren was ik heel erg moe. Dacht dat het heel erg aan mezelf lag. Gisteren dacht van, ik heb wel wat energie vandaag. Ik heb nog steeds geen decaf gedronken. Ik denk dat ik heel lang gewoon ga proberen op thee en decaf. Er zit heel weinig cafeïne in. Koen wordt een decaf drinken. Ja, maar ik ben heel erg benieuwd van, oké, wat doet het met me? Want ik merk wel, als ik veel koffie drink, ben ik aan het einde van de dag op. Ik maar ben nu gewoon ook. Op. Nee, gisteren dus niet. Eergisteren wel, maar dat kan nog... Ja, maar de eerste paar dagen kan dus gewoon nog door koffie komen, NS1, door het afkikken. Dat gaat nog steeds best wel toch, want je kan niet zeggen van ja, ik heb nu 2 dagen geen koffie gedronken, ik voel me super energiek. Nee, juist de eerste week als je stopt met koffie drinken, ben je gewoon kanker. En dan gaan we weer ruik piepen. Kijk even naar de tijd alsjeblieft en schrijf het op. Ja, 1:24. Waar ga je het opschrijven?
Ik ga het in mijn hoofd. Nee, dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Dat ga je niet onthouden, bro. Maar nu weet iedereen het. Wat? Er is niks gebeurd. Er is niks gebeurd. Er is niks gebeurd. Maar wat we dus gaan doen, is ik ga het dus volhouden voor een aantal weken. En dan ga ik kijken van oké. Okay. Merk ik dat ik het fijner vind om geen koffie te drinken of wel koffie. Want ik heb altijd dat op een gegeven moment de koffie terugkomt van ja, ik heb de energie nodig. Ja, wat nou als je gewoon goed slaapt en goed eet? Ik onderneem in koffie, man. Dus ik zie dat persoonlijk niet echt als een optie. En daarom heb je mij decaf aangesmeerd. God wil me. Hoezo? Je hebt het gekocht en ik heb het nu gedronken. Ja, gewoon testen voor klanten. Ja, is, kijk, of wat ik chillen vind, ik vind normale koffie sowieso chillen. Maar ik vind ook roken chillen dan niet roken. Maar het betekent dat het beter is. De korte termijn. Ja, nee, dat klopt. Snap je? Ik vind elke dag dronken zijn ook leuker. Ja, chaos, ik vind het ook leuker op vrijdagochtend. Kloten. Maar in de realiteit is het helemaal niet leuker. Dat is ook een goede man, om te onthouden. Ook nog wel een goede tip, ook in ondernemen. Van ja, dingen die op korte termijn leuk lijken, denk niet altijd dat het op lange termijn leuk is. Ik kan wel veel geld pakken, maar wat is daar heel veel stress, heel veel chaos bij komt. Is het dan echt leuk? Ja. Het is echt leuk om miljonair te zijn als je elke dag fucking veel stress hebt. Mooi joh. Dat is bijvoorbeeld, oké. Okay. Als we toch nu ook over drugs hebben, bijvoorbeeld ecstasy. Ecstasy zorgt op een zaterdag voor heel veel vreugde. Heel veel dopamine komt vrij. Ja, als je het gebruikt, ja. Op een festival. En dan word je heel erg blij, gelukkig. Je houdt van iedereen. Je hebt heel veel energie. Je kan 12 uur dansen. Ook 24 uur als je ermee doorgaat. Inkakken. Maar ja, weet je wat het is? De week daarna ben je half depressief. Mensen die het niet toegeven, het is toch wel zo. Je voelt je gewoon minder dan normaal. Ik word altijd heel snel uitbalans. Chagrijnig. Snel chagrijnig. Nee, je hebt niet voor niets de dinsdag dip. Iedereen op dinsdag dip is gewoon chagrijnig, niet creatief, geen energie. En soms, misschien is dat, heb je ook wel met ondernemen, man. Als je zorgt voor het snelle resultaat, heb je misschien wel snel resultaat. Maar die flow die erachter komt. Dus je hebt misschien binnen een jaar heb je misschien wel een ton omgezet. Maar misschien een jaar daarna en twee jaar daarna met hetzelfde product. Misschien heb je dan die kater, toch? Hou die kater erover. Ik ben heel erg benieuwd, want wij weten dat het lijkt gewoon ecstasy en een ondernemen met elkaar. Shout-out naar jou, man. Ik krijg een box voor deze. Oh, dankjewel. Het gaat super diep. Ik ben benieuwd, man. Oké, okay, jongens, even om erbij te zeggen. We hebben allebei niks gegeten, hè? Ontbijten niet. We eten pas als rond Ik ben ook gewoon een kleine speler. Kleine speler? Ja, ik kan gewoon niet zuipen, maar die neem ik op de chest. Oh. Ja, want nu probeer je te verantwoorden om het feit dat je het al goed voelt na twee glaasjes whisky, man. Oh, zo. Ja, zonder te realiseren deed dat wel. Dus. Ja, klopt. Nee, maar dat is grappig. Want dat had ik laatst, had ik dat er ook over met een vriend over van... als je seks hebt gehad met veel vrouwen. En ik heb dat niet. Ik heb niet seks gehad met veel vrouwen. En dat interesseert mij ook niet veel. Maar toen zei ik tegen hem van... als iemand tegen mij zegt van... ik heb er 50 gehad en jij dan 3 pinky. Dan kan ik zeggen, ik heb misschien 3. Maar ik heb wel al vet lang de knapste vrouwen die ik ken. Dus zei... Ja, nu ben je jezelf weer aan het bewijzen. Want je hebt misschien niet veel, maar je hebt wel knap. Ja, maar what the fuck? Ja, dat is wel waar. Dat is het, nee, maar dat dus is wel waar. Dus zijn tegen jou te promoten van, ik heb 50, jij 3? Nee, het was een hypothetische situatie. Als in van, als iemand dat tegen je zegt, zeg ik, van dan zou mijn reactie zijn, van ik heb misschien minder, maar ik heb wel kwaliteit. Snap je? Maar toen zei hij van, dat is eigenlijk ook weer een reactie vanuit onzekerheid. Want jij weer wil bewijzen van, ik heb misschien niet veel, maar ik heb wel heel knap. Terwijl hij zegt van, als je echt niks doet, zeg gewoon van, 3. Ja, en that's how it is. Dus maar dat vond ik grappig, snap je? Net als ik net bij jou zeg. Er zijn zoveel dingen die je doet zonder dat je erbij nadenkt, dat je toch iets probeert te bewijzen. Ja, ik heb niet veel gegeten vandaag, man. Dus vandaar dat ik... is er iemand die dit kijkt en denkt, je zieke losers, ze hebben te veel gegooid, nu al dronken. Oh, dat niet eens. Maar gewoon laten zien van, we hebben ook nog niks gegeten. Dus vandaar. Ja. Maar dat is wel heel veel voor te zeggen. Want aan de ene kant denk je van, dat is de normale gang van zaken om te communiceren met mensen. Om te laten zien wat er nu gebeurt. Of hoe de situatie nu is. Aan de andere kant kan het een soort van bewijzen zijn aan andere mensen waarom je in die situatie zit. Het is vaak denk ik onbewust ook wel bewijzen, man. Ik denk vaker dan je denkt. Is het onbewust bewijs of is het iets wat je altijd hebt gedaan en daarom heel makkelijk eruit komt? Nee, omdat je altijd al bezig bent met jezelf bewijzen. Ja. Dat je een jonge man bent. Combinatie? Omdat je een jonge man bent in een wereld waar het continu gaat om wie is de aap bovenop de rot.
Wie is die? Snap je? En dat wil je continu bewijzen op grote of kleine manieren. En dat gaat zo natuurlijk dat je er bijna niet eens over nadenkt. Ja. Vind je dat je nog heel veel te bewijzen hebt? Ik? Rationeel? Nee, man. Maar emotioneel, of vanuit mijn primaire, soort van mijn primatenbrein, ja, doe ik het elke dag. Vind je dat goed? Tuurlijk niet. Waarom doe je het dan? Nou, waarom doe ik dan? Dat zit in mijn systeem en ik probeer er gewaar van te worden. En als je er eenmaal van gewaar bent, kun je langzaam een gedragsverandering doormaken. Maar heel veel, dat sommige dingen gebeuren onbewust. Maar okay, wat ik tof vind, is dat de mensen om me heen er ook bewust van worden. Dus dan kan je elkaar daar ook op checken. Maar oké, dan zeg je van, er komt een verandering in. Maar als jij een doel mag zetten in de verandering, van wat voor verandering wil je doormaken om dus niet meer, wel rationeel, maar niet meer emotioneel te reageren, waar je elke dag mee bezig bent? Ja, het is ook een stukje acceptatie van de emotie. Want ik vind het lastig, man. Okay. Gaan we de podcast nog lang doorduwen of gaan we zo afsluiten? Want ik moet even naar het toilet. Ja, oké, we gaan zo afsluiten, maar ik wil nog wel zeggen van oké. Want waar we het best wel vaak tijdens de podcast over hebben en mensen echt bewust van willen laten worden, is van oké, we willen alsmaar geld hebben en betere status en willen onszelf bewijzen. En dat is een stukje van het ondernemen waarom wij het doen, toch? Dat is een stukje, precies, juist. Precies. Maar dat is nu iets. Toegegeven. Dat is nu iets van daar ging je in het begin voor. Een vanity metric. Nu ontdekken we van oké, daar moet het niet om gaan. Je moet het gaan om jezelf voelen, om gelukkig te worden. Maar heb je dat al geïnternaliseerd? Maar dan kom ik terug en ik heb dat nog niet geaccepteerd. Nee. Zeker niet. En ik weet 100% zeker dat het niet zo is. Nee. En als mensen dat zeggen, dan weet ik ook van oké, dat voel ik ook. Maar ik ben gelukkig met wat ik doe. Maar alsnog wil ik er 80 uur in steken. Waarom is het dan fout? Nee, het is niet fout. Het is niet fout. Niemand zegt dat het fout is. In ieder geval, ik denk dat dat is het resultaat. Is het fout? Zijn. Maar omdat wat ik wel niet... denk, een gesprek dat ik met mezelf bijvoorbeeld wel heb, is ik wel heel graag dit jaar een Rolex kopen. En ik denk dat ik nu uiteindelijk toch wel bewust de keuze kan maken om dat niet te gaan doen. Hmm. Want waarom wil ik die Rolex precies kopen? Omdat ik wil laten zien dat het me lekker toch wel gelukt is. En een soort van toch een stukje status. Toch dat gevoel van, ik heb die Rolex op mijn pols, snap je? Dat geeft mij wel een bepaald aanzien in bepaalde plekken. En dat is misschien voor mij heel persoonlijk, hè? Maar ik weet dat ik ben daar heel erg mee opgegroeid. Dat een ding is, snap je? Rolex. Mannen met een dikke klok of een dikke waggy. Op de middelbare school stopten wij. Ik dacht, wow, yo. Kijk die waggy. Gekke waggy. Zieke mangy. Terwijl, voor wat? Misschien is het de grootste kneus die er is. Maar hij heeft een dikke wagen, dus ja, dat vonden wij hard. Ja. En dat merk ik gewoon. Dat is heel erg geïnternaliseerd in mij. En dat merk ik nog steeds in van als ik doelen stel. Van, ik wil beter zijn dan de rest. Toch? Ik wil laten zien dat ik een dikke waggie heb, dure klokkie. Een vraag voor jou. Maar nu heb je de reden afgeschaft van oké, ik wil niet een klokje hebben omdat het mij status geeft. Ja. Wat trouwens eigenlijk een drijver is waarom de meeste mensen een product kopen. Heb ik vanochtend gelezen. Ja, dus dat is best wel leuk om status te zien. Status of probleem oplossen. Dus wij proberen daarvan los te raken. Maar je merkt dat... We willen er wel op inspelen. We willen er wel op inspelen. Want je ziet dat 98% van de bevolking daar wel op inspeelt. Ja, dus dat is even die realisatie van... Oh, dit is echt iets waar iedereen mee kampt. Ja, natuurlijk. Maar straks krijg je het excuus dat je een Rolex kan kopen omdat het over tijd en waarde stijgt. Ja, dat klopt. En het geeft je status. Ik moet even snel rennen naar het toilet. Laat even snel. Oké. Geef je precies een voorbeeld wanneer ik net wel iets aan jou wil vragen. Ik kan het niet aan. Dus, we gaan het hebben over. Wat nou als je wilt ondernemen, maar je ouders willen het niet? Wat doe je dan? Dat is een hele goede vraag. Oké. Dat is misschien wel een betere vraag. Van oké, je wilt ondernemen, maar iets houdt je tegen. Of wat we net ook zagen, hè, van de shiny object. Van je ziet telkens iets wat je wilt, maar je doet het niet. Hoe kan je zoiets oplossen? Nou, we hebben het al een beetje erover gehad. Maar op het moment dat je zegt van oké, mijn ouders zeggen eigenlijk het een, maar ik wil het ander. Of ik zie de hele tijd een soort van hype gebeuren en daar wil ik op inspelen. Of ik merk dat mijn vrienden dit doen, dus dat wil ik ook doen. Ik denk dat het belangrijkste is op dat moment dat
dat je naar je gevoel luistert. En als je je gevoel zegt van oké, ik moet naar mijn ouders luisteren of naar mijn vrienden luisteren of ik moet dat ene project doen, dat is prima. Maar als je zegt van oké, mijn eigen gevoel zegt echt dat ik gewoon een product moet starten met kleding, met een bepaalde logo, ook als een beetje ordinair, maar ik wil het gewoon uitproberen, ik wil het testen, misschien brengt het niet zoveel geld naar me op, prima. Maar uiteindelijk moet je dat wel testen. Want dat is ook iets wat ik het laatste jaar heb geleerd. Bijvoorbeeld met de online cursus die ik heb opgezet. Je gebruikt altijd andermans advies om iets op te voeren, uit te voeren. En als het niet lukt, wat 10 keer van de 10 keer het geval is. Altijd, het lukt nooit. Het lukt nooit. Dan ga je altijd weer eventjes evalueren. En dan ga je evalueren en dan ga je kijken, oké, wat zijn weer de opties? En van de 5 opties die je hebt, heb je altijd die ene optie die je de eerste keer eigenlijk ook al wil doen. Wat je meestal had getrokken qua gevoel. Yeah. Maar dat had je toen niet gedaan omdat andere mensen iets anders zeiden. Of omdat je een video hebt gezien van iemand die miljonair is. En die zei van nee, dit moet je doen. Yeah. Dat ging tegen je gevoel in, maar dat deed je toch. En dan kies je misschien niet daarvoor. En dat is misschien wel echt mijn advies, wat ik nu net wil geven in de wc-tijd van Jaro. Van... ook al zegt je gevoel iets wat andere mensen zeggen van nee, dat moet je niet doen. Probeer het, test het. Want dan weet je tenminste of dat gevoel klopt of niet. Volg je gevoel. Volg je gevoel. Want altijd, we hebben het al vaker man. Over gehad. Nee, man. Heb je, ja, kun je krijgen. Ik denk dat we hem gewoon daarmee moeten afsluiten. Goeie message. Ja. Toch? Oké, is goed. Ja, man. Nee, heb je, ja, kun je krijgen. Volg je motherfucking gevoel. Dankjewel voor het met ons zijn voor deze 50 fucking afleveringen. We gaan volg voor de 100, lotgenoten. We gaan voor de 500 en we gaan voor de 1000. We hebben binnenkort weer toffe gasten. Als jij nog bepaalde gasten wil zien over crypto, investeren, vastgoed of iets fucking anders, topsporters, I don't care. Ondernemen. Laat het ons weten. En ook bij topsporters, die verdienen ook op een bepaalde manier geld. En vaak ook als ZZP'er, dus dat is ook ondernemen. Precies. Laat het ons weten. Als jij nou interessante mensen kent waarvan je zegt, hey, die willen best op een platform dingen delen. Laat ze een berichtje sturen aan ons. Wij willen altijd met toffe mensen praten. En wij vinden iedereen tof. Wij vinden jou tof. Dankjewel voor het kijken en of luisteren. Ja, zeker weten, man. Hey. Dit was de Lotgenoot Podcast. Volg, like, share. Deel die shit met je vrienden en alle ondernemers die meer willen dan dit. Dit was een Loesu Podcast. Dankjewel voor het luisteren. 50ste aflevering. Godverdomme. Fokgoeroes. Wij zijn Lotgenoten. Tot volgende week en ciao. Peace.